kijkers, welkom weer vanuit het Manitobaplein nummer 1 in Vriezeveen. En we hebben vanavond een raadsvergadering. Geen raadsdebatten, maar een raadsvergadering. Er staat maar één onderwerp op de agenda, op de akkoordagenda. Nee, sorry, er staan veel onderwerpen op een akkoordagenda, maar er staat maar één onderwerp op de bespreekagenda. En dat onderwerp gaat over het voorbereidingskrediet voor de verbouwing van het gemeentehuis. Daar zal nog wel over gesproken worden. Maar wat niet op de agenda staat, is het feit dat we vanavond ook twee keer gebruik gemaakt worden door verschillende partijen van het vragenhalf uurtje. De PVV gaat vragen stellen in het vragenhalf uurtje over het onderwerp wat wel leeft, met name in Westerhaar, Vriezeveense wijk, de Allerbouw. En GBT gaat ook gebruik maken van het vragenhalf uurtje. En naast mij staat Gerrit Laarman, fractielid van de 13-koppige fractie van het GBT. We hebben er 12, Chris. Heb je er 12? Ja, we hebben er 12. Oh ja, nou, ik heb jullie er alleen bijgegeven. Ja, maar het is in ieder geval de meerderheid. Dat klopt. Ja. Gerrit Laarman van de 12-koppige fractie. En drie wethouders, dus ja, toch ruim vertegenwoordigd. Maakt ook gebruik van het vragenhalf uurtje. En Gerrit gaat zelf eventjes uitleggen waar het over gaat. Want ik heb het wel gehoord, maar om het juist aan u uit te leggen, wie kan dat beter doen dan degene die de vragen gaat stellen? Gerrit, waar gaat het over? Nou, dat gaat eigenlijk over de gemeente Losser. Hij heeft een brief naar de provincie gestuurd. Omdat de gemeente Losser zegt van ja, in de nieuwe wooncontingent, nieuwe conceptafspraken, moeten wij woningen inleveren. Wij mogen veel minder woningen gaan bouwen dan dat wat we eerst hadden volgens de Primos-cijfers. Dat is een rekenmodel. Die Primos-cijfers zouden moeten mogen bouwen. En nu worden we flink op gekort. En ze hebben die brieven ook naar alle 14 Twentse gemeentes gestuurd. En dat roept bij mij vragen op. Van als de gemeente lastig gekort is op die woningen, op een wooncontingent, dus in de toekomst minder woning mogen bouwen, hoe zit het dan bij de gemeente Twenterand? Mogen wij dan nog wel voldoende woningen bouwen? Of worden wij ook gekort op ons wooncontingent? En dat vind ik wel enorm belangrijk. Want ja, een kern van ons is toch eigenlijk, we willen de krimp tegengaan. Als je krimp tegen wil gaan, dan moet je zorgen dat je voldoende woningen kunt bouwen. Dat mensen ook in je eigen gemeente een aantrekkelijke woning kunnen bouwen. Of dat er voldoende woningaanbod is. Maar dat staat en valt vaak met het aantal woningen die je kunt bouwen. Want dan is er doorstroming en dan kunnen ook starters van een woning voorzien. Dus om mensen in je gemeente te houden, vind ik het belangrijk dat je voldoende woningen kunt bouwen. En ik wil daar even vragen over stellen. Dat is de kern van het verhaal. Okay, Losser is dus verontrust. Ja. Die heeft uitgezocht dat ze minder mogen bouwen. En jij vraagt dus nu aan het college hoe de vlag ervoor hangt in Twenterand. Ja, exact. Okay, nou, dankjewel. Succes met de vraag. En ik hoop dat je tevreden gesteld wordt bij de beantwoording. Okay. Dank u. Kijkers, over een paar minuten gaan we beginnen. Ik zie dat de burgemeester al klaar zit. Ze heeft nog geen ambtsketting om, maar dat zal ze zo wel doen. De raadsleden druppelen ook binnen. Ik wens u een prettige vergadering. En zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat we voor 9 uur de vergadering mogelijk kunnen sluiten. Zodat de meesten van ons ook nog even naar de voetbal kunnen kijken. Ik wens u een prettige vergadering. Ik ga u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u te gaan zitten. En ik open deze raadsvergadering
en heet u allen van harte welkom, de leden van de raad, de leden van het college, ook op de tribune en ook als u meekijkt, meeluistert, dan van harte welkom. En ik hoop dat u ook, als u met ons verbonden bent, de vergadering goed kunt meemaken. Ik heb melding van verhindering gekregen van de heer Kobus van de VVD en mevrouw Jager van GBT. Kijk even vlug rond, ja, dat is voldoende. Dan heeft iedereen de presentielijst getekend. Ja, er gaat niemand staan, dus dat is een goed teken. Nee, er gaan wel wat mensen staan. Hè? Het is me nog niet gelukt om dat in één keer voor die tijd goed te regelen. Ik ga naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Wenst iemand hierover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming over de vaststelling? Is ook niet het geval. Dan gaan we de agenda conform verder afwerken. Is deze agenda vastgesteld? Dan ga ik naar het vragenhalf uurtje en er hebben zich twee aangemeld voor het vragenhalf uurtje. Dat is de heer Lamen van de fractie van gemeentebelangen Twenterand over de woningbouwprogrammering. Ik geef hem als eerste het woord. En als tweede de heer Veldmeijer van de fractie van de PVV. En die wil het woord voeren met betrekking tot vragen de Oldebouw. Ik geef eerst de heer Laman het woord. Meneer Laman, en misschien goed om even aan te geven hoe het gaat met het vragenhalf uurtje. U krijgt als eerste het woord, de vragensteller. Dan beantwoordt het college de vragen. Dan krijgt de vragensteller nog weer het woord om aanvullende vragen te stellen. Dan kunnen de andere leden van de raad vragen stellen aan de vragensteller of het college. Dan antwoordt het college en dan is het en eventueel de vragensteller. En dan is het punt verder afgehandeld. Heer Laman, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, de GBT-fractie heeft een aantal vragen naar dit college. Dit naar aanleiding van een ingekomen brief van de gemeente Losser. De gemeente Losser heeft de andere Twentse gemeentes in kennis gesteld dat ze een brief hebben gestuurd naar de informateur, de heer Janssen, en naar de provincie Halle-Staten. Hierin maakt de gemeente Losser zich zorgen om in de toekomst voldoende woningen te kunnen bouwen, als gevolg van het concept regionale woonafspraken 2019. Die woonafspraken zouden voor de gemeente Losser leiden tot een forse daling van het aantal nieuw te bouwen woningen. Als GBT-fractie vinden wij het belangrijk om ons te wapenen tegen de krimp. En daarom is het belangrijk dat Twenterand een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen en te werken, zowel voor jongeren en ouderen, waardoor groeimogelijkheden zijn om van woning te kunnen veranderen, nieuw te bouwen of ideale kansen op de markt te kunnen pakken. De woningmarkt is grillig geworden. En dan is het belangrijk om op de markt goed aan te kunnen voelen. En dan is vinger aan de pols cruciaal. En flexibiliteit belangrijk om snel in te kunnen spelen op de vraag van de woningmarkt. Hierdoor moet elke woning raak zijn. En als de markt erom vraagt, moeten we geen nee verkopen. Een goed woningaanbod of een nieuwbouwmogelijkheid is natuurlijk het belangrijkste belangrijk middel om ons te wapenen tegen krimp. We hebben in december ook nog een motie bedrijfskavels en kavels woningen aangenomen. Nou, die sluit hier ook wat bij aan, vind ik. We hebben een aantal vragen over ons woningbouwprogramma. Want die brief van de gemeente Losser, die stelt ons toch niet helemaal gerust. Van, ja, hoe zit dat dan eigenlijk in de gemeente Twenterand? Worden wij dan ook gekort? En dan heb ik de volgende vragen. Hoeveel woningen mag de gemeente Twenterand volgens het concept regionale woningafspraken bouwen? Volgens het concept van 2019. Pakken de Primo's ramingen dan ook nadelig uit voor de gemeente Twenterand? Met andere woorden, worden wij dan ook gekort op ons wooncontingent? Moeten wij ons zorgen maken of we in de toekomst nog wel voldoende nieuwe woningen kunnen bouwen? Als nu blijkt dat het concept regionale woonafspraken nadelig uitpakt voor de gemeente, dus als die antwoorden negatief zijn, is het college dan ook bereid om actie te ondernemen in een soortgelijke brief als de gemeente Losser richting de provincie te sturen? En is het college ook bereid om de regionale woonafspraken weer ter discussie te stellen, zodat deze uiteraard gunstiger worden voor de gemeente Twenterand? Ik heb ze gelijk in één keer gedaan, hoef ik niet in twee keer dan. Ja, dit waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Harmsen. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de vragen.
Op de eerste vraag van hoeveel woningen mag de gemeente Twenterand volgens concept regionale woonafspraken 2019 bouwen? Nou, voor de periode 2019-2029 hebben wij een bandbreedte van tussen de 375 en 460 te realiseren woningen. Dit zijn trouwens oude cijfers en er wordt nu gesproken om de aantallen uit 2017 te hanteren. En daar kom ik straks nog even op, ook bij de prognoses. En u zegt de naam van pakken de primo-cijfers, pakken die nadelig uit voor de gemeente Twenterand. Nou, wat je ziet is dat er elk jaar eigenlijk weer een discussie ontstaat over aantallen, de prognose, de cijfers. En wat wij ook wel zien is gemeenten die bijvoorbeeld heel erg veel moeten afwaarderen. Die bijvoorbeeld, nou dat zie je nu in Lossen, die hebben soms projecten moeten ze in één keer met 90, 80 woningen moeten ze omlaag. Ja, dan zie je hele discussie ontstaan. En daar hebben wij in dit geval geen last van. Omdat bij dat soort gemeenten variëren de aantallen heel erg. En voor Twenterand is dat gewoon minder het geval. En wanneer we de prognose vergelijken met de gerealiseerde aantallen woningen, vallen deze nadelig uit. Echter niet in verhouding zoals in de Lossen. En op die prognose kom ik zo ook nog even terug. En moeten wij ons zorgen maken of in de toekomst ook nog voldoende nieuwe woningen kunnen bouwen? Het aantal nog te bouwen woningen is gerelateerd aan de prognose voor het aantal huishoudens. En voorlopig kunnen wij nog voldoende woningen bouwen. Ik heb laatst ook die nieuwsbrief heb ik naar u gestuurd als raad. Een keer een andere vorm dan altijd een standaard raadsbrief. Waarin we aangaven van welke projecten zijn we allemaal mee bezig. En dan zie je eigenlijk dat alle kernen zijn wij nu druk bezig. Nieuwbouwprojecten wordt er ook volop gebouwd. En inderdaad, Frieseveen, daar proberen we er nu hard aan te trekken om ook een inhaalslag te maken. En daarin zitten we wel continu aan die grens van die 100% harde plancapaciteit. Dus we zitten wel tegen die grens aan, maar we kunnen de aantallen kunnen wij wel bouwen. En door ontwikkelingen in de centra van Vormsoop en Frieseveen is er wellicht nog extra wat ruimte nodig. Maar dat is allemaal afhankelijk van wat het HMO wat dat gaat doen en wat de uitslagen daarvan zullen zijn. Maar dat is allemaal nog heel vroeg. Het is nog heel in een echt een vroeg stadium, dus kunnen we nog niks over zeggen. En daarnaast kan ook waar we nu nog mee bezig zijn, het onderzoek Vitaal Sportpark, kan ook nog iets teweeg brengen als we kijken naar woningbouw, van mogelijk dat daar ruimte komt. Maar dat is allemaal afwachten, want we moeten wel, de onderzoeken moeten eerst helder zijn wat dat voor ons als gemeente betekent. En op korte termijn volgt een onderzoek naar de kwalitatieve woningvraag in Twenterand. Dus we zijn eigenlijk, vandaag is de eerste input geleverd van willen nog een diepere slag maken. Kijken naar de woningbouw, naar de vraag die er is. Want je hoort vanuit de samenleving hoor je heel veel geluiden. Oh, we mogen niet bouwen of we willen meer bouwen. We hebben gezegd van we willen nog beter onderzoek in Twenterand wat nou echt die vraag is. Dus niet de kwantiteit, hoeveel aantallen, maar echt die kwaliteit voor ons als gemeente. Dat we wel de juiste dingen doen die er toe doen. Dus ook naar de toekomst toe. Dat we niet met allerlei lege woningen zitten. En dat iedereen bijvoorbeeld behoefte heeft aan levensloopbestendig. En wat daar mooi van is van het onderzoek, is dat we betere cijfers hebben die wij ook mee kunnen nemen naar de provincie. En ik moet zeggen, als we het over woningbouw hebben, hebben wij wel goede relatie met de provincie. En komen wij ook niet in de knoei met onze projecten. Als blijkt dat het concept regionale woonafspraken 2019 nadelig uitpakt voor de gemeente Twenterand, echt u, nou, in het laatste concept wordt voor 2019-2020 de prognose van 2017 gehanteerd. Dat betekent dat, we zitten nu zo'n beetje plus minus 420, dat het wordt opgeschroefd naar 477 tot 570 voor de gemeente Twenterand. En dat pakt dus in Twenterand positief uit. Dus wat je in Lossen ziet, daarom hebben zij ook die brief geschreven. Zij moeten gigantisch afwaarderen op hun plancapaciteit. Dus soms projecten 80, 90 woningen. Pakt het juist in Twenterand positief uit. En zitten wij gewoon aan de goede kant van de lijn. Dus als je dan de vervolgvraag ook stelt. Van, wilt u die brief steunen of wilt u een soort gelijke brief als die van Lossen sturen? Nou, dat kunnen we niet doen. Omdat wij gewoon gezonde aantallen nog steeds kunnen realiseren. En u zult dan inderdaad zeggen van, nou, Frieseveen moet gebouwd worden. 100% helemaal mee eens. En dan maken we echt een inhaalslag. Maar voor de andere kernen hebben we gewoon geen probleem. En doen wij het eigenlijk hartstikke goed. En kunnen we nu weer de dingen doen die ertoe doen. Dus de juiste woningen op de juiste plekken, de juiste aantallen. En u vraagt ook van, is het college ook bereid om de regionale woonafspraken weer ter discussie te stellen? Nou, dat is eigenlijk, volgens mij hoef ik daar geen antwoord meer op te geven. Wij zitten gewoon goed. Dank u wel, wethouder. Dan kijk aan naar de heer Luijman. Als eerste geef ik u het woord. Dan geef ik de andere raadsleden de mogelijkheid om ook aanvullende vragen te stellen.
En dan kan of de heer Laanman of de wethouder antwoord geven. Want dan kunnen ook vragen aan de heer Laanman worden gesteld. Meneer Laanman, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk verder geen... Ik ben gerustgesteld. We zijn gerustgesteld door de antwoorden van de wethouder. Dat Twente dan dus nog voldoende mogelijkheden heeft. En dat de cijfers wat gunstiger uitpakken dan bij Losser het geval is. Dus, maar dat riep bij mij vraagtekens op. Maar ik ben gerustgesteld en ik vind het fijn dat we verder kunnen. En ga zo door, college. Probeer zoveel mogelijk woningen te bouwen wat betreft. Dank u. Dank u wel, heer Laanman. Dan kijk ik de andere raadsleden rond. Linksom, rechtsom niet. Dan is dit punt van het vraag een half uurtje is afgesloten. Geef ik nu het woord aan de heer Veldmeijer en ook daar dezelfde procedure. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de perikelen rond de Allebouw en het bezoek aan Meander Wonen op 10 april jongstleden, eigenlijk met heel veel gemeenteraadsleden, hebben wij een aantal vragen voor de betreffende wethouder. En de PVV weet, terwijl we deze vragen gaan stellen, dat de gemeente en Meander Wonen los van elkaar staan en dat de gemeente geen directe invloed heeft op het beleid van Meander. Maar gezien de onrust die is ontstaan bij de inwoners van de Allebouw, menen wij dat het college wel degelijk een taak heeft in deze kwestie. Namelijk zorgen dat de boel niet escaleert en dat het lopende proces een goed einde zal kennen. Noem het maar een coördinerende rol. Gezien de huidige woede is het niet ondenkbaar dat de vlam in de pan slaat. En in het licht hiervan hebben wij een aantal vragen voor de wethouder, voorzitter. Is het college of de wethouder het met ons eens dat er wel degelijk een taak ligt voor de gemeente in deze kwestie? Zo nee, waarom niet? En zo ja, welke taak ziet de gemeente de wethouder dan voor zichzelf weggelegd? Vraag 2. Wij proefden afgelopen woensdag, maar ook met een gesprek met inwoners, dat er een ontzettend gebrek aan vertrouwen is in Meander Wonen vanuit de inwoners. En is het dan niet te overwegen om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen die zich tussen Meander en de inwoners positioneert? Onafhankelijk. Even los wie dat eventueel gaat betalen. Hoe staat de wethouder, de gemeente hierin? En wil hij deze optie eventueel aan Meander voorleggen? Ook een soort deescalerende rol. Vraag 3. Wanneer inwoners blijven volharden in hun wensen, namelijk renoveren in plaats van slopen, blijven wonen in een tweekapper, het behouden van hun woonplek, betaalbare huurprijs enzovoort, en er op een gegeven moment een definitieve padstelling ontstaat, wat wordt dan de houding van de gemeente? En voorzitter, de PVV heeft begrepen dat de verantwoordelijke wethouder op 22 november 2018 een gesprek heeft gehad waarbij ook Meander aanwezig was. Toen is er, voor zover onze oren is gekomen, gesproken over de plannen die gepresenteerd zouden worden. En heeft de wethouder toen, of op een andere datum, informatie ontvangen waaruit bleek dat de plannen niet geheel zouden overeenkomen met de gedane toezeggingen van Meander en met de gewekte verwachtingen? En zo ja, als dat zo is, waarom heeft hij toen niets met die informatie gedaan? En zo nee, is dat toen niet te oor gekomen? Wat is dan zijn rol geweest tijdens dit gesprek van 22 november 2018 en eerdere gesprekken met Meander over de Allebouw? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Harmsen, die ook deze beantwoording namens het college zal doen. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor de vragen. Ja, is het college of de wethouder met ons eens dat een taak ligt voor de gemeente in deze kwestie? Nou, ten aanzien van de discussie over de nieuw te bouwen en renoveren woningen, en u geeft het eigenlijk zelf al aan in uw inleidend betoog, is de gemeente gewoon geen partij. En dit is echt iets tussen mij aan de wonen en de bewoners van de Allebouw. En voorlopig is er dus geen taak weggelegd voor de gemeente.
De enige rol die de gemeente heeft in deze kwestie is de openbare orde, om de inwoners een veilige omgeving te bieden. En we willen het ook zo laten. We willen niet een aap op onze schouder nemen in dit stadium, wat wij niet moeten doen. Dus het ligt echt tussen Meijanderwonen en de bewoners van de Oldebouw. Dat is het proces zoals hij ook zuiver is en zo hoort te zijn. Vanwege het gebrek, u vraagt twee, vanwege het gebrek aan vertrouwen van de inwoners in Meijanderwonen, is het dan te overwegen om een onafhankelijk bemiddelaar aan te stellen? Nou, u vraagt het aan mij, ook los van wie dat gaat betalen. Nou, wat volgens mij is ook aangegeven in de raadsinfo die is geweest, hebben zij ook, heeft Meijanderwonen ook zelf aangegeven van, nou, dus, de woonbond is ingeschakeld. Ze hebben eigenlijk ook de bewoners hebben zij in contact gebracht met de woonbond. En die zou dus een bemiddelende rol of een coachende rol of een faciliterende rol of wat ze ook zouden kunnen doen, die zouden ze op zich kunnen nemen. Dus eigenlijk is daar al in voorzien. Dus als je, ons het is eigenlijk alleen zo van neem die bewoners serieus. Daarvoor is die woonbond, die kan ze echt bijstaan in het goed sparren met de woonbond en het contact tussen Meijanderen onderhouden. Zij kunnen echt die bewoners voorzien van onafhankelijk advies. En dat gebeurt. Vraag 3. Wanneer de inwoners blijven volharden in hun wensen en er definitieve padstelling ontstaat, wat wordt dan de houding van de gemeente? Nou, wij hebben in deze nu nog geen rol, zoals ik net ook heb aangegeven. En dan heeft het geen zin om na te denken over allerlei scenario's, wat als dit, wat als dat. Meijanderen is aan zet, de woonbond die zit erbij, die zit ertussen. Laat ze eerst stoeien met elkaar en dan kunnen we dan wel kijken hoe het verder gaat lopen. Dus nog niet nadenken over allerlei scenario's. Dat heeft totaal geen nut op dit moment. De PVV heeft begrepen dat de verantwoordelijk wethouder op 22 november 2018 een gesprek heeft gehad, waarbij ook Meijanderen aanwezig was. Toen is er gesproken over de plannen die gepresenteerd zouden worden. Heeft de wethouder toen of op een andere datum informatie gegeven of ontvangen waaruit bleek dat de plannen niet zouden overeenkomen met de gedane toezeggingen van Meijanderen en met de gewekte verwachtingen? Ik heb inderdaad een gesprek gehad op 22 november. Dat ging niet over de nieuwe plannen. Er is toen een artikel verschenen in Tubantia, zoals u allen weet. Toen is eigenlijk ook het hele gedoe, de commotie is ontstaan. Toen heb ik mij zorgen gemaakt om de bewoners. En heb ik ook gezegd van Meijanderen, ik wil met u in gesprek over de commotie die is ontstaan. En dat is de reden geweest. Dus het ging niet over het nieuwe plan. Ik heb alleen gezegd van, ga met die bewoners in gesprek, neem ze daarin serieus en ga het goede gesprek aan. Dus dat ging niet over het nieuwe plan. Er is geen nieuw plan gepresenteerd. Ik heb het toen ook niet gezien. Het plan is, en dat is ook verteld tijdens de raadsinfo, die is de maandag voordat het gepresenteerd werd aan de bewoners. Dus een week voor die tijd is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. En ik heb het plan, woensdag of donderdag heb ik het plan gezien. Toen is het alleen aan mij gezegd van dit gaan wij maandag presenteren. Eigenlijk is het dan van wethouder, daar moest je het mee doen. Dit gaan wij maandag presenteren. En toen heb ik gezegd van heel veel succes en wij gaan kijken hoe die avond zich, hoe dat eruit gezien. Ik ben er zelf ook aanwezig geweest. Ik heb in het publiek gezeten. Dus dat is het plan wat ik heb gezien. Dat is een aantal dagen voor die tijd geweest. Dus 22 november ging puur alleen over het artikel in Tubantia. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer of u aanvullende vragen heeft. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor een deel kan ik me heel goed vinden in de beantwoording door de wethouder, voorzitter. Maar hij zei toch echt letterlijk voorlopig geen taak. Dus dan denk ik dat hij toch een vinger aan de pols houdt in het hele proces. En ik snap ook dat de woonbond in eerste instantie optreedt als de onafhankelijke partij in deze. Maar als hij zegt, we denken daar voorlopig, wij vroegen op een gegeven moment, stel dat die mensen toch blijven volharden in hun wensen. Wat gebeurt er dan? Zegt hij, daar willen we helemaal niet aan denken. Ik denk dat dat heel fout is. Ik denk dat u er wel aan denkt, nu al, dat weet ik zeker. Alleen u deelt het nog niet met ons. Maar ik weet zeker, als je bestuurder bent, dan ga je ook rekening houden met scenario's die eventueel kunnen ontstaan. En dan moet je op dat moment moet je de juiste actie kunnen ondernemen. Dus ik snap dat u zegt, dat denken we nog niet aan. Maar ik denk dat u daar wel aan denkt, alleen u wilt het nog niet met ons delen. En dat snappen wij ook. Het is ook wel heel knap dat u weet wat de wethouder denkt, maar ja. Zal de wethouder zoiets op reageren? Nou, hij mag daar inderdaad op reageren. En als aanvullende vraag, voorzitter, op het moment dat hij toen bij die bijeenkomst zat, toen hij
plannen werden gerealiseerd, toen die commotie ontstond. Mag ik dan aan hem vragen wat toen zijn gedachten waren op dat moment? Of, en u mag ook namens het college spreken, maar u mag ook vanuit uw persoonlijke aanwezigheid spreken. Wat dacht u toen u die plannen hoorde van Meander? En kon u op dat moment de emotie die bij die mensen ontstond, kon u zich dat ook voorstellen? Dank u wel. Dan kijk ik naar de overige leden. Wacht even, wethouder. U wilt meteen al met uw gedachten, maar als u dat wilt delen. Maar zijn er nog andere aanvullende vragen, of naar de vragensteller of naar de wethouder? Nee, dat is niet het geval. Wethouder, aan u het woord. Nou, ik ben blij dat ik nog wel eens denk. Inderdaad, ik pieker ook wel eens als ik 's avonds in bed lig. Ik heb dan ook niet de neiging om u dan gelijk te bellen wat ik op dat moment allemaal denk. Want ik wil toch nog enigszins prettig slapen. Ja, ik denk wat ik allemaal denk. Ja, tuurlijk, je denkt erover na. De ene keer denk ik dit, de andere keer denk ik dat. Maar ik ga niet nu al het ambtelijk apparaat opzalen met het uitwerken van 35 scenario's. Ja, dat is mij gewoon nog echt te vroeg. Natuurlijk hou ik vinger aan de pols. Het gaat om onze inwoners. Maar ik heb net al gezegd, van het aapje zit nu bij mij aan de schouder. En het is voor hun een beste aap. Ook een hele vervelende aap, maar die zitten wel. Die ga ik voorlopig nog niet op mijn schouder nemen. Dat heb ik echt niet van plan. En tuurlijk hou ik vinger aan de pols. Wat ik net ook zei, het gaat echt om onze inwoners, maar je zit bij Meander. Meander heeft ook aangegeven van, wij hebben er inderdaad in het verleden hebben het niet goed gedaan. Wij hebben er ook last van nu. Zij moeten het maar oplossen. Het is hun pakje aan. En daarna zegt u van, wat dacht u toen u die avond daar aanwezig was? Voelt u die emotie? Begrijpt u die emotie? Ja, die snap ik wel. En Meander die snapt dat zelf ook, want Meander die zegt zelf ook van wij snappen dat dat voor u, of voor u als bewoners, dat het hartstikke vervelend is. En volgens mij voelen ze dat echt ook zo, want als je het hebt over een vervelend dossier, nou dit gaat Meander echt niet doen omdat ze zo'n leuk dossier vinden. Dus zij snappen, die emotie snappen ze wel. En wij ook wel, we hebben ook raadsleden die zijn nauw verbonden met de Hollebouw, die komen uit Westeraar. Dus ik zie die pijn ook wel, die ellende. Ja, dat snap ik. En als je dat niet ziet, nou volgens mij dan, of je bent er niet geweest, of je hebt echt last van de ogen. Maar dat voel je, je ziet die emotie, dus die snap ik volkomen. Dank u wel, wethouder. Dan is ook dit agendapunt afgesloten. En gaan we verder met agendapunt 4, vaststelling van het verslag van de raadsdebatten van 2 april 2019. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel voor om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Zo niet, dan is dit al dus besloten. Dan gaan we naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 maart 2019. Ook hiervoor zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt om de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Zo niet, dan is ook deze is al dus besloten. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Er is nog een heel mooi ingekomen stuk op uw tafel neergelegd door wethouder Harms, die ervoor heeft gezorgd. Dus ik zou zeggen, lees, geniet daarvan. Het is, wethouder, kunt u zelf even vertellen van hoe dat boekje heet? Want anders ga ik me ergens in mengen, waarvan ik denk, oei, dat ga ik me niet doen. En daarna ben ik ook klaar hoor, dus het is ook de laatste keer dat ik vanavond spreek, hoop ik. Nou, hoop ik. Nou, eigenlijk komt het vanuit, het is al de tweede druk trouwens. Ik denk, ik wil het toch even bij iedereen op tafel leggen. Het is vanuit Twente Marketing, dus eigenlijk de recreatieve toeristische hoek. En het is een hartstikke leuk boekje, want het gaat echt over namens alle tukkers, geluk in tuk. Je ziet, als je hier niet uit de buurt komt, dan heb je nog eens moeite om dat uit te spreken. En wat zo mooi is aan dit boekje is, er werd ook gezegd van eigenlijk elke gelegenheid waar je komt, of het nou een hotel is, bed and breakfast of waar dan ook, vaak zie je dat daar de Bijbel ligt. Dan was gezegd van hoe kunnen we nou Twente meer onder de aandacht brengen in Nederland? Zei, als wij nou zorgen voor een prachtig boekje naast die Bijbel, dan hebben mensen eerst de gelegenheid om de Bijbel te lezen. Daarna kunnen ze echt nog die Twentse nuchterheid. En de heer Jonker die dacht al dat het een reep chocola was. Ik zei nou succes. Nee, maar het is wel mooi. Ik zal een klein stukje en daarna hou ik ook op, voorzitter. Want hoe werkt dit boekje? Nou, dit boekje is eigenlijk onze versie, dus als stukkers, van een zelfhulpboek. Een Twentse gids. En zoals ze dat in de Randstad noemen, People Skills and Time Management. Met andere woorden,
Met onze woorden, een lesje gewoon normaal doen. Dat is het eigenlijk. In dit boekje kun je lezen hoe drukte en hectiek en een overvolle to-do-list van oppervlakkigheden jouw geluk in de weg staan. Te veel willen in te weinig tijd. Wij tukkers hebben bijna medelijden met onze landgenoten. Dus heb je even geluk dat je dit boekje in handen hebt. Dus onze wijze lessen en ook richting het westen van het land. Kom mooi eens naar Twente. Wie op tiet staat, geluk in Tuk. Ja, dit kan uw voorzitter niet verbeteren. Dank u wel, wethouder. Dus iedereen doet zijn winst maar met dit boekje. Dan ga ik nu naar de overige ingekomen stukken. Wens iemand daarover het woord? Voorgesteld wordt dan om de procedure voorstellen over te nemen en de lijsten vast te stellen. Wens iemand stemming? Dat is niet het geval, dan is al dus besloten. Dan ga ik nu naar de akkoordagenda. En de eerste is de aanwijzing van de functionaris gegevensbescherming. En het voorstel is om de heer F. Herik voor onbepaalde tijd aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is dit unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Hofmansweg 6A Frieseveen. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is ook dit unaniem aangenomen. Dan is agenda punt 9, het ontwerp meerjaren beleidsplan politieeenheid Oost-Nederland 2019-2022. Ik heb ook tijdens de raadsdebat u gehoord en ik heb een tekst naar de politie gestuurd waarin aangegeven werd de waardering uitgesproken is, maar dat er geen concrete wens of bedenking vanuit de raad zijn geformuleerd. Dus dat is geen besluit, maar ik wil het toch wel even hier zo formuleren. Dan ga ik naar agenda punt 10. Is de bespreekagenda. Het gaat over het aanvraagvoorbereidingskrediet duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. En de heer Veldmeijer zal een motie indienen. Dus ik geef u als eerste het woord, zodat ook de andere fracties straks deze motie, indien ze dat wensen, mee kunnen nemen in hun reactie of in hun inbreng. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De PVV vindt het een hele goede zaak dat getracht wordt om overtallige vierkante meters te verhuren aan externe partijen. Het zou zelfs dom zijn om het niet te doen. Steun dus voor deze intentie. Vervolgens is het dan belangrijk op welke manier deze intentie omgezet wordt in beleid en hoe de kosten en de baten zich verhouden. Naast hoe en naast de kosten versus de baten is het belangrijk wat voor gebouw het gemeentehuis uiteindelijk moet worden. Wat wordt de uitstraling? Wat wordt de invulling? Wat is het uitgangspunt? Voorzitter, de PVV vindt dat de maatschappelijke organisaties die nu in het punt zitten eigenlijk zouden moeten verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis. En hiermee bedoelen we vluchtelingenwerk en zorgzaam. Voor ons is het gemeentehuis een veel logischer locatie voor deze organisaties dan het punt. Plus, op deze manier krijgt het punt meer mogelijkheden om zijn eigen broek op te houden. In onze ogen maken deze organisaties de weg naar een gezonde bedrijfsvoering van het punt schier onmogelijk. Zoals het gemeentehuis vierkante meters bezet moet hebben om een gezonde bedrijfsvoering te hebben, moet het punt ook over voldoende meters beschikken om een goed bedrijfsresultaat te kunnen behalen. Simpeler kunnen wij het niet uitleggen, voorzitter. En graag horen van de andere partijen hoe zij hierin staan. En uiteraard horen we dat ook graag van de wethouder. Voorzitter, de PVV gaat geen 150.000 euro uitgeven wanneer er geen bepaalde zekerheden zijn ingebouwd. Wij zien veel liever een traject waarin vooraf duidelijk is welke partijen hun intrek gaan nemen in het nieuwe gemeentehuis, wat de opbrengsten zullen zijn en wat de kosten. Noem het maar een ondernemersplan of een businessplan. Het moet mogelijk zijn om bepaalde zekerheden in te bouwen. De PVV vraagt het college dan ook om de plannen gedetailleerder uit te werken en met het voorstel terug te komen naar de raad, terug
naar de tekentafel dus. Voorzitter, het is ons dus veel te vrijblijvend. Te veel open einden, te veel onzekerheden. Ga eerst eens op zoek, ik heb het al gezegd, naar potentiële huurders die toezeggingen doen. En kom dan ook terug met een goed duurzaamheidsparagraaf, inclusief alle relevante informatie over ambitie, uitwerking, de kosten en de subsidies. En we hebben ook onze vraagtekens bij de huurconstructie van de PIEP. De PIEP komt geld tekort, 16.000 euro, maar dit wordt gecompenseerd. Ook dit is nog niet nader ingevuld. Voorzitter, wij geloven niet in die moderne werkplekken, maar gewoon aparte ruimtes en iedereen een vaste plek. En bij duurbanen snappen wij best dat mensen werkplekken delen. Maar werkeilanden, of hoe ze ook mogen heten, wij krijgen er rillingen van. Houdt u toch vast aan deze modernerie, voor het bestaat niet, maar ik gebruik hem toch. Dan rest u de taak om ons te overtuigen van het nut en de noodzaak. Vooralsnog heeft u ons niet overtuigd waarom werkeilanden. Kunt u een poging doen vanavond om ons te overtuigen? Voorzitter, tot slot. In Overijssel en Twente hebben we fantastisch onderwijs. Het ROC van Twente, Deltion, Landstede, Aventus, Saxion en de UT. Deze instellingen hebben een uitstekende reputatie. En de PVV vindt eigenlijk dat we deze instellingen vaker zouden moeten raadplegen bij gemeentelijke, maar ook provinciale vraagstukken. En het mes snijdt dan aan twee kanten. Het is goed voor de studenten, goed voor het onderwijs, goed voor de relatie met deze instellingen, voor het kweken van politieke interesse bij studenten. Althans, de afstand wordt kleiner en als het goed is, is het kostenbesparend. En wij denken namelijk dat het onderwijs uitstekend in stand is om bijvoorbeeld het voorbereidingsplan uit te werken om te komen tot een herindeling van het gemeentehuis. Ga eens het gesprek aan met het onderwijs om te kijken of een opdracht als deze ingevuld kan worden door studenten. En voorzitter, ik heb contact gehad met Saxion. Saxion werkt wel vaker voor gemeentes en zijn ook enthousiast om eventueel opdrachten voor de gemeente Twenterand te gaan doen. Ik heb ook gesproken over hetgeen waar we vandaag over hebben. Op dit moment hebben ze heel weinig ruimte, gezien de opdrachten waar ze nu aan werken, maar ze willen heel graag een gesprek met de wethouder om te kijken of er toekomstig op sommige punten samen te werken is. Het is vandaar dat wij ook een motie indienen, voorzitter. Vrijblijvend, onderzoekend, geen harde opdracht, maar gewoon een opdracht om dit eens te onderzoeken. Saxion en Enschede, ik zei het al, heeft in ieder geval interesse om zo'n vrijblijvend gesprek met één of meerdere wethouders te voeren. En wij zijn zeer benieuwd waartoe dit gesprek kan leiden. En ik wil u straks met alle plezier contactpersoon doorgeven, telefoonnummer en e-mailadres. En de motie, voorzitter, ik zal dictum voorlezen. Verzoekt het college van burgemeester en wethouders contact op te nemen met Saxion en Enschede en onze andere nadere onderwijsinstellingen om te onderzoeken of deze instellingen in de toekomst projecten voor Twenterand kunnen verrichten. En gaan over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Dan maakt deze motie, als hij voldoende ondertekend is, dat zal de griffier bekijken, deel uit van de beraadslagingen. Hij wordt zo rondgedeeld en ik geef nu het woord aan de heer Elzega van het GBT. Ik ga nu van de grootste fractie naar de kleinste fractie. Conform wat in het presidium heb ik dat aangegeven. De heer Elzega, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Er zitten wat mensen naar de klok te kijken. Er is een of ander wedstrijdje vanavond, Juventus tegen wat Amsterdammers. Dus ik heb een hele grote bijdrage, maar nee, niet dus, het is vrij kort, want we hebben natuurlijk een reactie gekregen van het college op een aantal vragen die we hadden. En het gaat dus over de herinrichting van het gemeentehuis en die anderhalve ton, wat net al even genoemd werd, die voorbereidingskrediet. We hebben het debat de vorige keer als volgt afgesloten. Eén was van, we zeggen brandveiligheid, isolatie en klimaatbeheersing, dat moet plaatsvinden, alleen al vanwege de wettelijke eisen, hebben we toen ook toegelicht. Voor de werkplekken al dan niet flexibel zullen eerst de medewerkers geraadpleegd moeten worden en het resultaat van die medewerkersraadpleging dan meenemen in het uitwerken van een aantal scenario's voor de herinrichting. En als derde een visie uitwerken om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis.
En er werden al wat opties genoemd door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. En die mix zie ik eigenlijk zo meteen terug in de visie. Andere fracties wilden ook de samenstelling van het gevraagde voorbereidingskrediet weer van 1,5 ton. Nou, inmiddels hebben wij dus die reactie ontvangen en wij kunnen ons daar heel goed in vinden. Er is zelfs meer geantwoord dan we eigenlijk gevraagd hebben. Dus eigenlijk zijn die drie vragen die wij u gesteld hebben, ondanks dat ze niet in het verslag als een toezegging stonden, daarin meegenomen. Dus was voor ons het indienen van een wijzigingsvoorstel ook al niet meer aan de orde. Maar de visie die u noemt, daar kunnen wij ons goed in vinden. Het is een beetje leenbuur, zoals ik net al zei, van andere partijen. Het kan zelfs korter, een huis van ontmoeting en zorg voor elkaar zou heel mooi zijn. En je zou het zelfs op de voorgevel kunnen zetten, bij wijze van spreken. De denkbeeldige voorgevel die de vorige keer door de ChristenUnie werd genoemd. En de visie hoeft wellicht niet eens te slaan op het gemeentehuis. Je kunt ook om je heen kijken. Hè? Nou, zorg zit ook aan de overkant, maar kan ook aan andere kanten komen. Je weet maar nooit. Dus wat dat betreft hoeft het niet alleen het gemeentehuis zelf te zijn. De heer Jonker heeft een vraag nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben de reactie ook gekregen van het college afgelopen vrijdag. Ik maakte mij al een beetje zenuwachtig omdat ik nog niet... Oh, ja, nou goed, daar heb ik geen invloed op, maar op dat beeld. Maar, Ik denk misschien die heer Jonker door raar uit, voorzitter, maar goed. Ik zal ook wel eens kijken, maar ik zei... Tijdens het raadsdebat heeft de wethouder ook aangegeven dat er nog een visie zou komen op het gemeentelijk vastgoed. Er lopen op dit moment ook onderzoeken met betrekking tot duurzaamheid. Die zijn ons nog niet bekend. Is het dan nu al voorbarig om nu al dit te fiateren? Als zijnde van, dit is een goed voorstel, want de visie, u vraagt om een uitwerking, maar ik heb alleen wat containerbegrippen gelezen in één zin. Ja, zoals duurzaam, toekomstbestendig, zorg voor elkaar, ontmoeten. Ja, meer lees ik daar niet uit. En ook de medewerkers zijn ook nog niet gehoord. En ik denk dat het toch verstandig is als het college straks die opdracht krijgt, die 150.000 euro, om die zomaar weg te geven. De eerste vraag van die architect is, wat wilt u? Dus, en om die vraag te beantwoorden moet je toch weten van wat wil die medewerkers? Want anders laat je het architect eerst het werk doen. En neem ons daar vooraf mee, want die 150.000 euro die geven we straks weg. Maar ik heb dan het gevoel dat we in een project worden gezogen van we moeten wel verder, want anders is die 150.000 euro is weg. Meneer Jonker, ja, heel veel vragen. Meneer Jonker, wil u wat korter, want anders dan duurt het heel erg lang. Hè? Dus de heer Elsen gaat nu het woord. Ja, ik wilde net vragen, voorzitter, aan de heer Jonker of dit zijn eerste termijn was, maar dat begon ook wel aardig op te lijken, ja. Nou, u zegt, we geven niets weg. Nee, natuurlijk niet, we geven niets weg. Het wordt later ook verrekend. Hè? Dus het doel is dat er ruimte over is. En daar moet gewoon wat mee gebeuren. Dat is het verhaal. Alleen, wij zeiden de vorige keer, het is niet alleen vakken vullen, je moet ook een visie hebben. En de beste visies en missies, die zijn kort en krachtig. Vroeger dan zag je 2, 3 alinea's met allemaal teksten en niemand onthield dat. Maar nu moet je gewoon een krachtige visie hebben en een krachtige missie waar iedereen meteen zegt, hé, dat is het. Soms is het al een slogan. En ik vind een huis van ontmoeting en zorg voor elkaar, dat zijn een verbinding van 2 visies, die is ruim, maar die is ook heel goed. Samenwerken staat er ook bij. Ja, dat vinden wij een vanzelfsprekendheid. Dat hoeft voor ons er niet bij. Maar goed, dat is een keuze van het college. En ze kunnen dat natuurlijk nader onderbouwen zometeen. En dat zien we straks. Want we hoeven niet alles te weten, dat hebben we ook gezegd. Maar ik vind de visie, huis van ontmoeting en zorg voor elkaar, hebben we ook in de fractie besproken, vinden wij een hele goede. Een kort maar krachtige visie. Zou ook op de gevel kunnen passen qua lengte, denk ik. Die medewerkers, over die reactie van de medewerkers, daar kom ik zo meteen nog op terug. Dat hebben wij genoemd. En daar is ook op gereageerd, want er staat zelfs ook dat de ondernemersraad geadviseerd wordt. Daar hebben we niet eens om gevraagd, maar staat er wel bij in de reactie. Dus het is niet alleen de medewerkers. Nogmaals, zo meteen komen we daarop terug. Want we hebben daar wel een tip over, iets over te zeggen wat we heel graag zouden willen terugzien. Maar natuurlijk, de medewerkers zijn ook op de een of andere wijze vertegenwoordigd in de ondernemersraad. Dus dat antwoord, dus die 3 vragen die wij hadden, die zijn eigenlijk beantwoord. En over de brandveiligheid en de isolatie, klimaatbeheersing, hebben we het de vorige keer al gezegd, daar staan wij meteen achter. Omdat je alleen al als gemeente ook het goede voorbeeld moet geven. Als je zegt over isolatie, over duurzaamheid, over milieu, iets richting klimaatakkoord. En je gaat aan iedereen vragen om mee te doen, inwoners en bedrijven, moet je zelf wel een goede voorbeeld geven. En dan kun je zelf niet achterblijven.
Dan de visie. U zegt van er zou een visie komen op gemeentelijk vastgoed. Nou, daar hebben wij niet om gevraagd. We hebben alleen maar om een visie gevraagd over het gemeentehuis. En dat antwoord hebben wij ontvangen. Meneer Jonker heeft nog een aanvullende vraag. En kort, meneer Jonker. Hè? Ja. Wij hebben ook niet om die visie van die gemeentelijke vastgoed gevraagd. Maar dat kwam in het raadsdebat aan de orde dat die er komt. En als die er dan komt, dan is dat de volgorde der dingen. Dat lijkt ons voor de hand liggend. Dat is één, bent u het daarmee eens? En twee, er lopen, ik heb de vraag gesteld over duurzaamheidsonderzoeken die al lopen om dit gebouw energie-neutraal te maken. Volgens mij moeten wij daar eerst van in beeld zijn. En ja, dat waren de vragen waar ik nog een aanvullende reactie van de heer Elzega wil hebben. De heer Elzega, u het woord. Ja, voorzitter, voor mij beter het een het andere niet. Je hoeft niet te gaan wachten of je een totaal visie hebt of een gemeentelijk vastgoed. De visie op een gebouw van een gemeentelijk vastgoed kan per gebouw verschillend zijn. Je kunt een totale visie hebben en daaronder kun je clustervisies hebben van voor het gemeentehuis zien we dit, voor de gemeentewerf zien we dat, ja, om eens wat te noemen. Dus dat hoeft niet een visie voor alles, lijkt mij niet logisch en ook niet wenselijk. En die ruimte vind ik ook dat je die moet houden. Duurzaamheid. De vraag mag u nog een keer stellen, dat is mij ons gehoord. Ik heb hier staan het woordje reactie op duurzaamheid, maar de vraag ben ik niet eens opgekomen. De heer Jonker. Er lopen op dit moment duurzaamheidsonderzoeken om dit gebouw energie-neutraal te maken. Daarvan hebben wij de uitkomsten niet gekregen. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook een hele grote opdracht is. We zijn daar niet per definitie op tegen. Maar wij zouden graag ook die informatie eerst willen hebben. Deelt u die? Elsega, aan u het woord. Ja, zoveel mogelijk informatie zou wenselijk zijn. Maar in deze fase, we hebben het over een voorbereidingskrediet. Ja, ik zie dat straks wel tegemoet. Ik denk dat er straks, daar ga ik ervan uit dat er aandacht aan besteed wordt. Dat we straks een aantal cursussen of scenario's voorgelegd krijgen met bedragen erbij. Dat is er maar, wij hebben niet het belang om dat nu al te hebben. Meneer Veldmeijer heeft een vraag. Meneer Elzega, u het woord. Meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie een hele andere meneer Elzega dan twee weken geleden. Ik heb andere kleren aan, klopt. En ik ben de kapper geweest. Het lijkt wel of hij teruggezet is in de hoek waar hij vandaan kwam. Hij had ontzettend veel kritiek op het plan. Ook over die werkeilanden. Dat vond hij allemaal maar niks. Als ik meneer Elzega in de wandelgangen spreek en we hebben het over duurzaamheid, dan zegt hij, ja, ze zijn in Nederland van het padje af met die onbetaalbare energietransitie. En nu zegt hij, goh, als er maar een zinnetje in staat, vindt hij het prima. Waar is die meneer Elzega gebleven die kritiek heeft op de huidige energietransitie en nu zegt, nou, laat ze hun gang maar gaan. Het gaat maar om 150.000 euro. En wat ik helemaal schokkend vind, is om te horen, voorzitter, dat tegenwoordig visies in één zin omschreven kunnen worden. En dat de heer Elzega dan tekent bij het kruisje, omdat hij die zin zo mooi vindt. Ongelooflijk. De heer Elzega, vervolg uw betoog. Ja, voorzitter, volgens mij was het geen vraag. Dus waren wat loze kleren in mijn opvatting. Dus, Heeft u een vraag aan de heer Elzega, meneer Veldmeijer? U moet uw microfoon aandoen. En de eerste vraag is, hoe kan het nou dat hier nu een hele andere meneer Elzega staat, wat is er, behalve dan drie antwoorden, veranderd waardoor u nu wel spreekt dat er een visie is en toen niet? Hoe komt het dat u privé over de klimaattransitie blijkbaar anders denkt dan nu en zo even 150.000 euro neertikt, terwijl die hele duurzaamheidsparagraaf totaal niet ingevuld is, totaal niet concreet is? En wat is er overgebleven van de kritiek over die werkeilanden? Dat wil ik ook eens weten. De heer Elzega, aan u het woord. Ja, voorzitter, zoals ik net al zei, ik ben nog niet klaar. Dus over die kantoortuin, daar kom ik zo meteen nog op terug. Ik had het over de raadpleging van de medewerkers. Dat cruciaal is en heel erg belangrijk. Dus dat hoort u zo meteen. Wat ik privé vind van de energietransitie is heel anders als wat de GBT-fractie vindt. Wat de GBT-fractie vindt, staat in het verkiezingsprogramma. Als u mij privé vraagt, ja, ik heb zonnepanelen op het dak, ja. En dat scheelt me heel veel geld. En ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan en de gemeenschap daarin en aan de duurzaamheid. En de volgende auto wordt voor mij een elektrische auto. Maar dat is heel wat anders dan wat de fractie vindt. Daar worden verschillende in gedacht. En dat mag, daar ben je een partij voor. We zijn een smeltkroes. En dan heb je verschillende ideeën en dan kom je soms tot hele goede standpunten.
Dus wat dat betreft, privé en GPT is natuurlijk wel wat anders. Dan zegt u van terug in de hoek, ik ben helemaal niet terug in de hoek gezet. Ik ben geëindigd met 3 opmerkingen. Zo ben ik mijn bijdrage ook begonnen. En u leest de reactie van het college maar, daar staat gewoon een reactie precies op datgene wat wij gevraagd hebben, die hebben wij gekregen. Maar wat willen we dan nog meer? Wat willen we dan nog meer? Maar volgens u moet een visie dus, of een missie, dat moet gewoon 2 alinea's zijn, wat helemaal niemand onthoudt. Dat kan gewoon in een paar woorden, dat hoeft helemaal niet heel uitgebreid. Het moet duidelijk zijn voor iedereen. Deze is duidelijk. En kort. Aanvullende vraag, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. U haalt kritiek op de energietransitie, omdat de zonnepanelen die op het dak liggen, of de elektrische auto, worden betaald door de buurman. Als wij hier gaan verduurzamen, er zit subsidie op, dat betalen de inwoners. Die hebben al een rekening die uit meer dan 50% uit belasting betaalt, onder andere door de energietransitie. U was daar altijd kritisch op en nu zegt u, zonder dat er concrete informatie is, zonder dat het goed is ingevuld, ik teken blind voor 150.000 euro. Meneer Elsega, aan u het woord en dan sluit ik ook dit debat af. Hè? Dat is duidelijk. Meneer Elsega, aan u het woord. Voorzitter, ik heb de bijdrage van de vorige keer bij me. Ik heb helemaal niet over energietransitie gehad. Ik heb het woord niet eens tot mij genomen. Ik heb het ook niet eens over zonnepanelen op dit dak hier op het gemeentehuis gehad. Dus ik snap niet waar dit vandaan komt. Wij zijn als GBT heel duidelijk over de energietransitie. En dat bij isolatie staat voor ons op nummer 1. Want als je het water wegloopt in de badkuip, dan moet je zorgen dat je een stop erin hebt. Daar begin je. Dat moet eerst verminderen en daarna begin je pas aan andere dingen. En in die duurzaamheid gaat ook geen 1,5 ton zitten wat u schetst. Want u schetst eigenlijk een beeld dat het alleen maar daar naartoe gaat. Terwijl u een lijstje hebt gekregen waar geld precies naartoe gaat, die 1,5 ton. Dat is allemaal keurig verwoord in dit stuk. Voorzitter, kom ik aan voor wat het betreft het tijdig betrekken van medewerkers bij het concept flexibel werken. We hebben gevraagd van raadpleeg de medewerkers goed. Hè, er wordt de ondernemersraad wordt genoemd. Maar wij willen heel graag dat er heel breed betrokken wordt. Bij ons in de fractie werd de opmerking gemaakt, dit moet gebeuren van boren tot burgemeester. Want bij van boren tot burgemeester krijg je informatie vanuit verschillende invalshoeken. En dat vinden wij belangrijk. Een breed draagvlak en betrokkenheid van medewerkers uit alle lagen is in onze ogen juist de start voor het proces om te komen tot een geslaagde herinrichting. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. En we beseffen heus wel dat je daarbij nooit 100% tevredenheid kunt bewerkstelligen. Maar het is een poging daartoe en je kunt er wel een heel eind mee komen. En zoals gezegd, we willen daar graag de uitkomsten van de interactieve bijeenkomst over 4 weken, over de verhouding vast personeel, ingehuurd personeel, ook bij betrekken. Want dat is van invloed. Hoe meer flexibel personeel, hoe een andere situatie je krijgt in het gemeentehuis. Dus aan het college de vraag, kunt u dit toezeggen, zodanig dat we dat in het raadsverslag kunnen opnemen. Tot slot, voorzitter, voor wat betreft de isolatie van het gemeentehuis nog dit. GBT vindt die isolatie prioriteit nummer 1 als het gaat om klimaatmaatregelen. Want dat is beginnen bij het begin. Het is goed dat het college dit meeneemt in herinrichting. Want het kan niet zo zijn dat wij van inwoners en verenigingen en bedrijven verwachten hun onderkomen duurzaam te maken en wij er zelf helemaal niets aan doen. En hoe dat is aan het college en iedereen denkt er anders over. En ik heb het net ook al gezegd, het zou geen goed voorbeeld zijn als wij daar helemaal geen rekening mee houden. Dat is niet toekomstgericht denken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Janssen. Aan u het woord namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Aan ons als gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor een uitwerking van het onderzoek duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. Nou, tijdens het debat heb ik enkele vragen gesteld aan de wethouder over de brandveiligheid van het gemeentehuis. De wethouder heeft toen aangegeven dat men nu al gebruik maakt van het onderhoud van onderhoudsgelden. En daarmee de brandveiligheid aanpast. Waarom is er dan nog geld nodig voor een installatieadvies? Op basis waarvan worden dan nu de aanpassingen gedaan? Daarnaast betekent het dan dat het argument voor de voorbereidingskrediet dat het gemeentehuis niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid eigenlijk komt te vervallen, omdat het eigenlijk al wordt opgepakt. Is dan nog steeds het volledige budget van 150.000 euro nodig voor de realisatie van het onderzoek? Nou, het is natuurlijk goed dat er onderzoek wordt gedaan naar een efficiënter gebruik van het gemeentehuis.
Maar het is wel belangrijk dat er wordt stilgestaan bij de bijkomende kosten. Anders dan met Elsinga deed stellen, hebben wij een korte raming eigenlijk zonder verdere toelichting mogen ontvangen hoe het college verwacht de 150.000 euro te gaan besteden. Waar zijn de genoemde bedragen op gebaseerd? En wat wordt er met het geld gedaan door de personen en instanties die het geld toebedeeld krijgen? De genoemde bedragen zijn niet onderbouwd en vragen daarom om een nadere toelichting. Het CDA is nog steeds van mening dat 150.000 euro voor het onderzoek naar het gemeentehuis klinkt als een erg hoog budget. Zijn er dan ook goedkopere alternatieven mogelijk voor het onderzoek naar een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis? Tijdens mijn vorige inbreng heb ik de vraag gesteld met betrekking tot de toekomst van het gebouw van de bibliotheek. Deze vraag werd afgedaan als toen nog niet aan de orde. Maar in de beantwoording van de wethouder staat terdege een mogelijke inpassing van de bibliotheek in het gemeentehuis. Is het dan wel terdege van belang wat er dan met het oude gebouw gaat gebeuren? En zou dit dan ook moeten meegenomen worden in het voorstel? Wacht even, meneer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou mijn collega via u willen vragen. Voorzitter, we hebben naar aanleiding van het raadsdebat hebben wij... En ik wil even vragen of mevrouw Jansen hetzelfde heeft ontvangen. Hebben wij dit gekregen als antwoord, toch? Of heeft u meer gekregen? Want... Ik heb slechts dit gekregen. Ja. En mijn vraag is, kunt u begrijpen dat de heer Elsinga totaal anders denkt over dit plan dan anderhalve week, twee weken geleden op basis van deze informatie? Ja, meneer Veldmeijer, laat ik eventjes... Ik grijp nu in als uw voorzitter, want straks gaat u iedereen vragen wat meneer Elsinga... Meneer Elsinga heeft antwoord gegeven en mevrouw Jansen vervolgt haar met zo. Nou, zoals ik had aangegeven, ontvang ik graag een verdere toelichting waar deze bedragen eigenlijk op zijn gebaseerd. Want ik heb niet voldoende informatie hieraan. Nou, ik heb nog één stuk. Als laatste ben ik benieuwd naar het vervolg van het onderzoek. Wanneer dit budget van 150.000 euro beschikbaar wordt besteld en we besluiten toch niet door te gaan, is dit bedrag van 150.000 euro is het dan weggegooid geld? Dat heb ik tijdens de debatten ook gesteld en dit wordt eigenlijk bevestigd door de wethouder. Maar ik ben dan ook benieuwd, stel we gaan dan door met deze 150.000 euro. Is er dan geen weg meer terug en is het dan eigenlijk al een soort vrijpas voor de verbouwing die dan wellicht gaat komen? Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt, die namens de ChristenUnie het woord zal voeren. Dank u wel, voorzitter. Ik ben meneer Smelt van de Smeltkroes. En om te voorkomen dat meneer Veldmeijer straks aan de interruptiemicrofoon staat, doe ik deze bijdrage gewoon in Tukkers, in Twents. Dan weet ik zeker dat hij mij niet verstaat. En ik geen lastige vragen van hem krijg. Maar goed, ik kom straks nog even op uw vragen aan ons terug. En dat doe ik gewoon inderdaad, meneer Veldmeijer. In onze bijdrage tijdens de raadsdebatten over dit onderwerp, voorzitter, introduceerde ik inderdaad met de bijdrage, wat staat er straks op de gevel van het gemeentehuis? Dat was natuurlijk beeldend bedoeld en de wethouder pikte het prima op. Na ook meneer Rusken van de PvdA gehoord te hebben, maakte u daar een prachtige compilatie van, staande de vergadering. En ik noemde daar namens mijn fractie een aantal opties. En wat u daar deed, was al een voorschot nemen op de visie die u vervolgens in de memo die u ons op 12 april toestuurde, hebt laten neerdalen. Maar wat ons betreft komt dat het best overeen met huis van bestuur, cultuur en ontmoeting. Dat vertelden wij u wat is wat er straks staat. En doordat u ons die memo stuurde, voorzitter, gaf u ook wat meer inzicht in hoe wordt die 148.500 euro nu gedekt, oftewel de 150.000 euro... waar we afgerond over spreken. Ja, voorzitter, en het werkt al jaren zo dat een college een voorbereidingskrediet nodig heeft om überhaupt tot een plan te komen. En ja, voorzitter, de raad is hier de kaal aan de stelling en dat is onze taak. Wat willen wij? Maar voorzitter, dit speelt al vanaf de vorige coalitieperiode. En ook daar heeft het college nagedacht over de vrijkomende ruimte in dit prachtige pand. Jaren daarvoor, voordat wij regiegemeente waren, moesten wij centralisatie van twee ambtelijke organisaties bij elkaar voegen
En was de vraagstelling anders dan heden ten dagen? En het past ondernemerschap om dan vooruit te kijken en het dan ook maar simpel te houden. Ik dank de heer Harmsen voor het boekje. Wat is ondernemerschap uit het boekje Geluk in Tuk? In Twente vinden we dat de beste manier om iets gedaan te krijgen gewoon doen is. Geen ellenlange rapporten, maar een pragmatische aanpak. En vooral doen wat je belooft, woord is woord. Nou, meneer Veldmeijer, dan is dit briefje waar u het net over had, is dan ook lang genoeg. Maar volgens mij staat er duidelijk genoeg in wat het college wil. En als het college dan vervolgens doet wat ze beloofd hebben, ook aan mijn fractie, en er waren net een drietal toezeggingen, dan vind ik op basis van vertrouwen, vindt mijn fractie op basis van vertrouwen, dat we het college de ruimte moeten geven om inderdaad een aantal beslismomenten in de raad te laten neerdalen. En dat gaat één over de architectkeuze, het plan, hoe komt het eruit te zien. En ja, meneer Jonker, daar zal dan in staan wat de vraag is geweest van het college, hoe vult u dit nu in? Want dat vraag je immers aan de architect. En dat doe je niet alleen met een visie, maar dan heb je de medewerkers geraadpleegd, dan heb je je voorwerk goed gedaan, zo hoort het college haar werk te doen. En dan vervolgens selecteert ze een architect die dat dan vervolgens in een plan giet. Wat het mooie en het belangrijke voor onze fractie is dat u in ieder geval ambitie ziet om van dit huis, met de instellingen wie dat ook maar zijn, de mogelijkheid ziet om te zorgen dat er wat kapitaal terugkomt naar de gemeente. En dat u dat doet met instellingen die het beste passen bij deze functie, een maatschappelijke functie, dat huldigen wij. En dat de bibliotheek zijn intrek neemt in dit gemeentehuis, kijk naar Hellendoorn, een prima moment om mensen met elkaar in verbinding te brengen, om ontmoeting te realiseren. Dat vinden wij een zeer goed idee. Voorzitter, vervolgens sluiten wij af door antwoord te geven op de vragen van de PVV. Niet te vlug staan, meneer Veldmeijer, de heer Smelt komt erop. Tijdens de raadsdebatten gaven wij u al aan dat wij zeer wel en zeer positief staan tegenover de intentie om studenten een plek te laten geven in. En daarover nagedacht hebbende, zou je op basis van de uitvraag naar de architect kunnen aangeven om studenten te betrekken bij de uitwerking van een plan. Daar kan het college haar rol in vervullen. Overigens hebben architecten, met name met Saxion, daar al ervaring mee, is mij bekend. En zou dat een hele mooie compilatie kunnen zijn om Twenterandse studenten op die manier ook daadwerkelijk in de harde sector mee te laten denken over de invulling. Dus uw motie en de tekst die u daarin opgeroepen heeft, verzoekt het college om, dat zullen wij steunen. Dus dat kan ik op voorhand al wel zeggen. Voorzitter, nog een ander ding. De PVV heeft ook aangegeven van hoe staat u dan tegenover bijvoorbeeld Stichting Welzijn Twenterand in dit punt. Nou, voorzitter, wij geven het college op dit moment het vertrouwen vanuit het krediet om een aantal scenario's aan ons aan te bieden. En na bevinden en weging van zaken zullen we dan een keuze maken. Ik snap uw gedachte. Laat het daar mee afstaan. Ik snap uw gedachte. Maar ik denk dat het fair is om op voorhand niet te zeggen dat ze die koers moeten varen. Ik heb veel liever dat het college naar een optimale business case kijkt en zorgt dat hier in ieder geval een win-win situatie ontstaat. Dat vertrouwen krijgt het college van mijn fractie en daarmee sluit ik ook af. Dank u wel, voorzitter. Maar de heer Veldmeijer heeft nog een vraag aan u. Dat kan. Dus de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van mijn collega willen weten hoe hij hierin staat. Als jij met jij in de algemene zin, als je zo'n plan gaat voorbereiden, is het dan verstandig om eerst 150.000 euro af te tikken en dan pas met medewerkers te gaan praten? Of zou het raadzaam zijn om eerst met medewerkers te praten voordat je het überhaupt hier inbrengt? De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, als de business case zo smal is, zoals u hem zegt, dan zou je kunnen volstaan met eerst de interview en dan vervolgens plan te maken. Maar dat is natuurlijk niet het geval, want het gaat om de invulling van de werkplekken, het gaat om de ruimte die er is en het gaat om vrijkomende ruimte om die zo goed mogelijk in te zetten. Dat vraagstuk is breder. Als het alleen maar gaat, medewerkers, hoe wilt u zo fijn mogelijk op een werkplek functioneren? Ja, dan kun je de route iets aanpassen en zou ik ook op deze manier het raadsvoorstel niet gedaan hebben. Maar ik begrijp heel goed wat het college hier doet. Ik begrijp heel goed dat ze een aantal lijnen moet trekken. En dan is een onderdeel van het uitwerken van die business case wat onbetreft, dat is een advies aan het college. En ik hoop dat ze het overneemt om in ieder geval als het om de werkplek, het comfort op de werkplek, het klimaat, tochtvrij, isolatie, al die dingen die genoemd zijn, om daarmee in ieder geval met hun werknemers te spreken. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Als eerste reactie op de vragen die de PVV ons heeft gesteld. Ruimtes vanuit het punt, de huurders die daar overgeplaatst moeten worden naar het gemeentehuis. Wij vinden dat het een zaak is van het college en ook van het punt. Ik heb daar op dit moment geen mening over. Dus wat verstandig is in deze. Dus ik denk ook niet dat wij die op die stoel moeten gaan zitten. Verder hebben we een motie ingediend. Tijdens de raadsdebatten is daar ook al aan de orde geweest. En ik heb ook de wethouder toen gehoord dat hij daar heel positief tegenover stond. Dus ik denk dat je daar ook wel groen licht voor krijgt. En wat ons betreft, die lijn, het is altijd goed om het onderwijs een plek te kunnen geven. Dat in reactie op de vragen van de PVV. Verder hebben wij kennis genomen van de informatie die wij afgelopen vrijdag rond de middag hebben gekregen. Ik zei net al in het interruptiedebatje met de heer Elzinga dat ik al wat zenuwachtig werd. Ik denk van straks moet ik het hele weekend dikke stukken gaan lezen. Maar dat was gelukkig niet het geval. Het stond op een half A4'tje. En ik wil ook wel zeggen dat een visie hoeft wat mij betreft ook niet 2-3 A4'tjes te zijn. Maar 1 zin volstaat. Maar er zijn daar wel containerbegrippen. Maar ik mis voor de rest. Ik moet het wel doen met dit 1,5 A4'tje. Dus ik weet niet, ik ben daar verder ook niet over bijgepraat. Misschien dat straks de achterkamertjes politiek straks wel afgebroken worden. Maar ik stelde die vraag zojuist van, ja, welke richting gaan we dan op? Hè? En hoe, als we dan 150.000 euro gaan vrij gaan spelen om een ambitieus plan uit te voeren. Dan moet je toch wel weten wat daar ongeveer de invulling van is en wat het... Het percentage is ongeveer van ook wat de huuropbrengsten zijn en hoe ver we daarmee zijn. Voor de rest, de SGP die staat voor dat de ambtenaren een goede huisvesting heeft. Daar hebben ze ook recht op. Ook een veilige en een duurzame werkplek. Wat betreft de veiligheid en de brandveiligheid, daar schort het een en ander aan. Dat mag ook niet wachten, dat moet ook opgepakt worden. Tijdens het raadsdebat hebben wij ook gevraagd wat daar ongeveer de kosten van zullen zijn. En daar hoeven we verder ook niet op te wachten, want dat moet alle minuten op orde. Maar misschien wilt u straks nog ingaan op die visie. Wat houdt dan in die ene zin wat u daar zegt rondom het samenwerken en het zorgen voor elkaar wat centraal staat? U heeft ook aangegeven dat u scenario 2 wilt uitwerken. Nou, dat is het scenario wat 2,5 miljoen euro gaat kosten. U heeft ook aangegeven dat als wij niet akkoord gaan, dat wij een taakstellende bezuiniging van 85.000 euro niet zullen gaan halen. Nou, in de beantwoording, ik zie daar geen enkel woord over, hoe dat dan wel gehaald gaat worden. Dus ik mis gewoon wel wat informatie om zomaar hiermee in te stemmen. Het tweede punt wat betreft het werkplekconcept, daar was ook wel wat kritiek over, ook terecht namelijk. Want daar heb je dus gewoon eerst het onderzoek van de medewerkers nodig. Wat wil men? En als je dan al voor scenario 2 gaat kiezen, wat in het voorstel staat, dan gaat u voor een ander werkplekconcept. Dus u moet eerst duidelijkheid vooraf hebben. Wat gaan we doen? Want misschien is het werkplekconcept helemaal niet aan de orde bij de medewerkers. En ook een terecht punt wat de GBT ook in het debat heeft gezegd en net nog heeft aangehaald. We hebben binnenkort een gesprek met het college over wat is nodig. Hè? Vaste schil, flexibele schil, dat wil zeggen dus vaste personeelsleden en flexibele. Wat is daarvoor nodig? Ja, ik weet het niet. Dus vooraf kan ik daar niks over zeggen. Verder heb ik in het interruptiedebatje al gezegd tegen de heer Elzinga, maar die vraag komt ook naar u, wethouder. Er zijn op dit moment onderzoeken gaan naar energie neutraal maken van dit gebouw. Wanneer is dat klaar? En u heeft een hele opsomming gegeven over de kosten. Architect 45.000 euro, installatieadvies 25.000 euro, bouwfysica 18.000 euro. Behelst dat onderzoek dan ook in? Kunt u daar wat specifieker over zijn? Voor de rest overige adviseurs 12.000 euro... Ja, onvoorzien 13.500 euro. Het komt bij ons wat ongekunsteld over. Of gekunsteld, sorry. Het komt wat gekunsteld over. Ach, dat is een mooi woord. Ja. Meneer Jonker, vervolg uw betoog. Ja, dus wat dat betreft moet daar eerst duidelijkheid over zijn, voorzitter. Voordat wij hiermee kunnen instemmen. Want ik voel mij nu eigenlijk
ergens ingezogen. Zomaar 150.000 euro geven we niet zomaar weg, maar we gaan wel dat traject in. Er wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet om vervolgens alle plannen te maken. De heer Smelt heeft de vragen nu. Ja, voorzitter, ik hoor bij mijn collega veel twijfel. Dat is op zich vanuit zijn fractie wel wat begrijpelijk. Maar hij begon zijn betoog door te zeggen, ja, om achterkamertjes politiek te voorkomen. Ik heb er even over nagedacht en het past ook niet zo bij uw partij om dat te zeggen, dacht ik me later. Misschien kunt u in deze interruptie even aangeven wat u daar specifiek mee bedoelde en wellicht voel ik dan nog behoefte om daarop te reageren. Ja, voorzitter, dat wil ik zeker, maar achterkamertjes politiek, achterbanken, dat komt ook bij de SGP voor, hoor. Dus wat dat betreft komt dat overal voor. Wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken. Maar wij hebben vrijdag een half A4'tje met informatie gekregen. En daar mis ik gewoon, om een goed weloverwogen besluit te komen, moet ik op basis hiervan 150.000 euro voorbereidingskrediet komen. En ik snap ook wel dat daar verdere doordenking voor nodig is. Maar dat denk ik van, misschien, want de heer Veldmeijer heeft net ook al aangegeven van, de GPT die is om en u bent ook om. Ja, misschien heeft u wel aanvullende informatie gehad onderling. Dat weet ik niet. En dat is ook wel, kijk, een coalitiepartij heeft vaak ook meer ingangen en betere informatievoorziening dan wij als oppositie. Smelt, aan u het woord. Ja, want voorzitter, want nu komt. Wordt natuurlijk wel wat gesuggereerd. Daarom heb ik ook de behoefte gevoeld om u die vraag te stellen, want dit vind ik heel vervelend. En ik dacht al wel dat dat erachter zat. Ik heb ook gewoon liever dat u dan een klare wenk schenkt en zegt van, nou, misschien hebben de coalitiepartijen een informatie die ik niet bezit. Men noemt het dan geen achterkamertjespolitiek, want daarmee suggereert u namelijk dat, en dat betrekt ook mijzelf, ik al contact heb gehad met meneer Koster om hem te vertellen hoe ik vind dat hij die memo heeft moeten opschrijven. Want dat zal dan invloed zijn op hetgeen wat wij samen tot onze beschikking hebben. Maar voorzitter, ik werd er ook verder van mij, want als het college zo wil werken dat oppositiepartijen niet dezelfde informatie krijgen na aanleiding van het debat als de raad, dan hebben wij een probleem met ons eigen college. En daar steek ik mijn handen voor in het vuur. U moet als fractievoorzitter van de SGP exact dezelfde informatie hebben over een gemeentehuis van ons allemaal dan dat meneer Elsinga en ik bezitten. Dus dat werp ik verder van mij. En ik wil dat ook hier gezegd hebben. En ik zeg ook tegen u, meneer Koster heeft niet de moeite genomen om mij vooraf te consulteren. En ik kan ook alleen maar voor mijzelf spreken. Ik heb de informatie, ik heb hem hier bij me. Half A4'tje, meneer Jong, kijk maar. Niet meer dan dat. Dat heeft u ook. Meer heb ik ook niet. Dank u wel. Dan kijk dan naar de heer Jonker of hier nog een reactie op meneer Jong. In die zin, ik kan me voorstellen dat die suggestie daarachter zit. Maar ik bedoel dus wel meer aan te geven dat ik heel weinig informatie heb om hier een goed oordeel over te vellen. En de kritiek die in de raadsdebatten aan de orde waren, ja, met hetzelfde gemaakt, die kritiek vind ik bij de ChristenUnie en bij de GBT nu niet terug. En het begint direct mee met de visie, er staat op papier, is goed, er is één zin. En ja, voor de rest, ja, ik heb er wat meer vragen bij. Kijk, ja, en vanuit dat oogpunt heb ik gezegd van, ja, misschien ruimen we die achterkamertjes politiek wel op. Kijk, maar daar wil ik niks aan te rest doen, want ik vertrouw het college en iedereen dat ze daar niet schuldig aan maken, dat ik dat ook gezegd heb. Ja, maar het is misschien wel goed om zorgvuldig de woorden te kiezen in een debat in de raad. En u plakt ergens een etiketje op, laat ik dat maar zo zeggen. Maar de heer Smelt wil nog wat zeggen. Ja, meneer Jonker is niet zo lang raadslid, maar hij is wel verrekte handel gaat worden. Want ik stel hem gewoon een vraag en daar manoeuvreert hij zich prima omheen. Hè? Ik denk dat het goed is dat u tegen ons zegt van excuus dat ik niet mogen zeggen, dan ben ik tevreden. Hè? En dan houd ik wat mij betreft met deze interruptie ook op, kom ik in tweede termijn nog wel even terug. De heer Jonker, aan u het woord. Nou, voorzitter, laten we het niet groter maken dan het is. Ik heb net al aangegeven dat ik niet de behoefte heb en ook niet suggereer dat hier achterkamerspolitiek plaatsvindt. Ik geef alleen maar aan genoeg dan. Goed, dank u wel. Helder, dit heeft niet plaatsgevonden. Dank u wel, de heer Jonker. Dan geef ik als laatste in de eerste termijn de heer Reusken het woord aan u. Het woord, meneer Reusken. Ja,
Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid GroenLinks is ook om. Laat ik daar maar mee beginnen. En niet omdat wij meer informatie hebben of andere informatie hebben. Want laten we wel zijn. Ik heb de inbreng van anderen gehoord. En ik dacht bij mezelf, waar gaat het nou om? We hebben het volgens mij hier over een voorbereidingskrediet. En met een voorbereidingskrediet gaan we de vragen beantwoorden die we hier met elkaar in de raad hebben. Ik moest denken, van de week hadden we een discussie bij mij in de fractie over dit onderwerp. Ik moest denken, 10 jaar geleden bouwde ik een huis, liet ik een huis opbouwen. Ik ga met de architect in gesprek en die architect zegt, meneer Reuske, ik wil wel een huis voor u bouwen, maar ik ga eerst een globaal plan maken met een aantal ideeën. En dan moet u 5000 euro voor betalen. En of u het straks gaat doen of niet, maar die 5000 euro moet u wel betalen. Met het voorbereidingskrediet, volgens mij, doen we hetzelfde. Naar mijn mening. Meneer Veldmeijer, wil u een vraag stellen? Ja, aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, vind ik dan slecht onderhandeld van mijn collega. Want er zijn er genoeg die zeggen, ik doe het op basis van no cure, no pay. Maar goed, dat terzijde. Het gaat wel, zeg ik tegen mijn collega, via u, voorzitter, om 150.000 euro. Daar moet een keuze. We moeten een keuze maken. Of we geven het uit, of we geven het niet uit. En voor 150.000 euro hebben wij ook 2,5, misschien wel 3 BOA's. En dat zijn keuzes waar wij voor staan. En u bagatelliseert het wel even. En u maakt het wel heel erg klein. Maar het gaat toch om een fors bedrag. En zeker als je kijkt naar het gemiddelde inkomen hier in Twenterand. Het is gemeenschapsgeld en daar moeten we zuinig op zijn. Meneer Reuske, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij bagatelliseer ik het niet. Want wat ik ook begrepen heb, als je gaat kijken naar de kosten, zowel in de variant waarin we weinig minder zouden doen dan wel het zouden doorontwikkelen, betekent het, als je het afzet tegen de totale kosten, dat het een investering is die verantwoord is. Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog. Op basis van het raadsvoorstel en ook vanuit de raadsinformatie is duidelijk geworden dat een aanpassing van de huidige huisvesting van het gemeentehuis niet alleen wenselijk is, maar ook noodzakelijk. Daarbij gaat het zowel om goede huisvesting voor de medewerkers, als ook voor de gebruikers en de bezoekers, de inwoners van het stadhuis. In het raadsvoorstel, hadden we ook aangegeven, misten we een onderbouwde visie. Dat hebben we gelukkig in de aanvullende notitie, weliswaar met één zin, maar wel in aanzet teruggezien. Wij zouden graag zien dat dat verder uitgewerkt wordt, straks met het voorbereidingsgebied. En wat ons betreft, een visie waar het huis voor staat. Want wat betekent, en dat is dan de invulling, wat betekent een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis? Waar ontmoeten, samenwerken en zorgen voor elkaar centraal staat. Wat Partij van de Arbeid betreft, GroenLinks, is het een huis van de stad waar inwoners terecht kunnen voor primaire overheidstaken, van geboorteaangifte tot aanvragen van ondersteuning en zorg. Maar ook een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dialoog kunnen aangaan. Met elkaar en de politiek, de lokale bestuurders. Een huis waar reuring ontstaat. Daarnaast ook een huis waar ambtenaren met plezier, veilig en in gezonde omstandigheden kunnen werken. Werken in een omgeving waar interactie mogelijk is, met elkaar. Want daar waar interactie mogelijk is, vindt verbinding plaats en kan ook samenwerking ontstaan. En wij denken dat daar ook dit huis aan moet voldoen. U vraagt nu een voorbereidingskrediet aan tot de daadwerkelijke start van de aanpassingen en de verbouwingen. Wij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en vragen u nadrukkelijk om daar het personeel bij te betrekken, maar ook te kijken naar de mening van gebruikers van dit stadhuis en die ook te betrekken bij de planvorming. Tot slot, en dat hebben wij ook in het raadsdebat gevraagd, informeer de raad tijdig, want u merkt wel dat er veel vragen zijn. En kom met een onderliggend plan voordat er een definitief go or no go wordt gegeven. Tot slot, voorzitter, er ligt ook nog een motie van de PVV. Wat mij betreft, het idee steunen we, maar als de wethouder dadelijk zegt, en dat hoop ik, dat hij Saxion zou willen betrekken bij de verdere uitvoering, en dat is een toezegging, is dat wat ons betreft ook meer dan voldoende. Want dan ga ik er ook vanuit dat dat gebeurt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Is dit de eerste termijn van de raad?
En kijk ik naar wethouder Koster of hij meteen... Mag ik even kort schorsen? Ja. Hoe lang heeft u nodig, wethouder? 5 minuten. Dan vraag ik even aan de heer Reuske om de microfoon uit te doen. 5 minuten schorsing. Kijk eens, u heeft het waarschijnlijk gehoord. Er is een schorsing van 5 minuten, zodat de wethouder zich kan voorbereiden op de beantwoording. Het gaat om een voorbereidingskrediet van 150.000 euro, wat het college zegt nodig te hebben om het gemeentehuis te verbouwen en ruimte te geven aan huurders. De bibliotheek zou naar het gemeentehuis kunnen. Er zijn meer mogelijkheden en daar is 150.000 euro voor nodig. Ook de werkplekken zijn aan de orde gekomen. Die kunnen ook anders ingevuld worden. Daar moeten de medewerkers bij betrokken worden. Het ziet er naar uit dat het voorstel aangenomen wordt. In de debatten waren er nog wel wat bedenkingen, ook bij de coalitiepartijen. Maar kennelijk is het college erin geslaagd om de beantwoording zodanig aan de coalitiepartijen door te geven dat ze nu met het voorstel akkoord kunnen gaan. De schorsing duurt 5 minuten en zodra de wethouder weer terug is, gaan we verder. En we zullen de eerste helft van de voetbalwedstrijd niet... of een klein gedeelte kunnen meemaken, want het gaat hier nog eventjes door. Tot zo. Goed, ik denk dat we aan het eind van de schorsing zijn. En ik geef wethouder Koster het woord om te reageren op de inbreng van de verschillende fracties. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou eigenlijk willen aansluiten bij de woorden die de heer Reusken eigenlijk koos. En het is niet meer en niet minder dan een voorbereidingskrediet, waarbij wij de vragen die nu de raad stelt op voorhand inzichtelijk willen maken en antwoord op willen geven. Waar zegt u vandaag ja tegen als u dit voorstel aanneemt? Dat wij gaan zoeken, dat u instemt met het duurzame en toekomstbestendig maken van het gemeentehuis. En twee, daarvoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van 150.000 euro. Veel vragen die gesteld zijn, beogen, althans het voorbereidingskrediet beoogt om antwoord te geven op die vragen die vanavond gesteld zijn. U heeft tijdens de raadsdebatten een aantal vragen gesteld. Een van de vragen was, waaruit bestaat nou dat voorbereidingskrediet? Wat gaat u daar eigenlijk mee doen? Kunt u dat nader specificeren? Dat heb ik u inderdaad afgelopen vrijdag doen toekomen. Als u mij vraagt van op basis waarvan, welke bedragen zijn er dan voor? Ja, hoe kunt u dat onderbouwen? Ja, een architect, daar hebben we een bepaald bedrag voor geraamd, omdat we een aantal werkzaamheden inschatten die er moeten gebeuren. En op basis daarvan kom je op een bedrag van 45.000 euro. Daar kunt u vraagtekens bij zetten. Maar het is een raming en het is een realistische raming. Daarnaast heeft u gevraagd van kom met een visie. U kunt begrijpen dat in 14 dagen tijd er niet een compleet uitgewerkte visie ligt. Maar in één zin, en ik denk dat de heer Elsinga dat wel treffend zei, meerdere onder u, van eigenlijk moet je visie zo kort mogelijk houden. En wat bedoel je daarmee? Dan kun je dat inderdaad wel nader gaan uitwerken van wat je er precies mee bedoelt. Een plek van ontmoeting. Juist, die bibliotheek, dat kan een plek zijn van ontmoeting. Maar ook meer dan dat. Er kunnen ook andere functies in het gemeentehuis komen die ook passen in dat concept. Als het gaat over samenwerken, gaat het natuurlijk meer dan alleen over de samenwerking tussen ambtenaren. Het gaat ook over samenwerking. Juist vanuit dit gemeentehuis met partners. En dat kunnen bedrijven zijn, ondernemers, dat kan het onderwijs zijn. Kortom, dat kunnen meerdere externe partners zijn. Ook die samenwerking beogen wij. De samenwerking met onze inwoners. Al dat soort zaken is gericht op samenwerking. En zorg voor elkaar. Inderdaad, het sociaal domein
vraagt de nodige zorg voor onze inwoners. En er zijn genoeg partners. En ook als je praat over mogelijke verhuur van onrendabele meters in dit gemeentehuis, waarvan je inderdaad kunt zeggen van die partners passen perfect binnen die visie, zorg voor elkaar. Deze visie, opgeschreven in één zin, geeft ons de ruimte om in de volle breedte te gaan kijken welke partners wij hier in het gemeentehuis eventueel een huurplek kunnen geven. Dat is maar één aspect van het verhaal. Het andere aspect is natuurlijk dat je ook kijkt naar herinrichting en een effectiever en efficiënter gebruik van de ruimtes voor je ambtenaren. Ga je daar ambtenaren bij betrekken? Uiteraard, uiteraard. Er ligt een werkplekconcept. Althans, om daartoe te komen, moet je uiteraard je werknemers gaan raadplegen. En ik vind het eigenlijk een hele mooie van B tot B. Normaal op de snelweg is het van A naar B. Maar van B naar B spreekt mij bijzonder aan. Van bode tot burgemeester en alles wat ertussen zit, om die daadwerkelijk ook te betrekken. Ja, leidt dat tot 100% consensus? Dat verwacht ik niet. Maar de zoektocht om een zo breed mogelijk draagvlak daarin te creëren lijkt mij vanzelfsprekend. Dus dat kan niet anders dan dat we dat ook doen. Ook in het voortraject hebben we ook daarin ook al met medewerkers gesproken. Niet in de volle breedte, maar er is meer gesproken. Dan zijn er eigenlijk een aantal vragen die... Nee, ik sluit nog even aan bij ook wat in de raadsdebatten werd gezegd. Namelijk, kom met een aantal scenario's. Dat beoogt ook het voorbereidingskrediet. Om met een aantal scenario's bij u terug te komen. En het uitgangspunt, er is hier gezegd tijdens een raadsinfo, waarvan de kijker en de luisteraar geen kennis heeft kunnen nemen, maar dat was een informatiebijeenkomst en een rondleiding door het gemeentehuis voor de raadsleden. Daarin stonden een aantal scenario's beschreven. Met daarbij ook globaal een prijskaartje. Laat ik het zo zeggen, het scenario wat in eerste instantie wat we willen gaan uitwerken, beoogt om het budgetair neutraal te doen. Wat betekent dat? Dat de kosten die we maken en de kosten die we jaarlijks daarvoor voor de kiezen krijgen, dat die gedragen worden door de inkomsten die we denken te creëren. Dat gezegd hebbende, het aspect verduurzaming, dat zit daar niet volledig bij in. Laat dat er even helder zijn. Dus dat is een aspect dat zou erbij kunnen komen. Er is gevraagd, onder andere, van hoe zit dat nou met betrekking tot die verduurzaming? Op dit moment is er een vooronderzoek geweest. En er is een rapportage opgesteld met provinciale subsidie. En daar is opgenomen hoe we het gemeentehuis bouwtechnisch en installatietechnisch energie neutraal kunnen maken. Als we met voorbereidingskrediet aan de gang gaan, dan gaan we praten over de facering daarvan en zullen we dat nader uitwerken. Daarbij is het ook van belang hoe we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het warmtenet van de Hollandbakkerij, waar we ook op dit moment nog onderzoek naar doen. De focus, en dan kom ik even op het verhaal wat de heer Elsinga zei. Ja, als je een druppende kraan hebt, moet je er geen emmer onder zetten, maar moet je zorgen dat hij niet langer drupt. Dus de focus in de voorbereiding op het realiseren van ligt, als het gaat over duurzaamheid, op de isolerende achtergevel. Uiteraard. Dat is natuurlijk als eerste, heeft dat prioriteit. Als je het dan hebt over van wat zijn dan die architectkosten, nou, onder andere daar worden kosten gemaakt voor de architect. Even kijken. Ja, het CDA vraagt andermaal van ja, wat gaat er gebeuren met de oude locatie bibliotheek. Ik heb u medegedeeld dat we in onderhandeling, dat we kijken naar mogelijkheden om de bibliotheek hier te vestigen. Stel dat dat doorgaat. Dan wat er met het pand van de bibliotheek gaat gebeuren, dat is aan de bibliotheek. Want dat pand is niet van ons. Dus zij kunnen daarmee doen wat ze willen. En ik heb wel begrepen dat er belangstellenden ervoor zijn. Maar wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren, is aan de bibliotheek. Eens even kijken. Dan heb ik de motie. Van
de Partij voor de Vrijheid. Misschien dat u daar even mee kunt wachten. Meneer Veldmeijer heeft nog een vraag aan u over het voorgaande. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen. Stel dat de bibliotheek inderdaad het pand verkoopt. En dat is aan de bibliotheek, hoor ik de wethouder zeggen. Kunnen ze dan ook meer bijdragen aan de huur in de nieuwe constructie? Wethouder, aan u het woord. Daar kan ik nu geen antwoord op geven. Dat zal ook in de voorbereiding zal daar duidelijkheid over moeten komen. Wij gaan uit van de huidige huisvestingskosten die de bibliotheek heeft. En dat is voor ons de input om te komen tot. Dus wat uiteindelijk, kijk, je moet zo zien, als die bibliotheek gaat verhuizen, betekent dat nogal wat. Ook qua inrichting en dergelijke. Dus ze zijn er niet alleen met een beetje huur te betalen. Daar zal ook de nodige aan verdere investeringen moeten gebeuren. Zoals ik ook in het vorige debat heb gezegd, beoogt de bibliotheek ook in die zin een vernieuwend concept. Van collectie naar connectie heb ik vorige keer gezegd. Dus dat betekent nog wel het een en ander qua investeringen. Dus ik kan daar geen antwoord op geven, maar wij gaan uit van het bestaande huurbedrag. Wethouder, vervolgens betoog. De oproep van onderzoek samenwerking met onderwijs. Ik vat het even samen. De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders contact op te nemen met Saxion Enschede en onze andere onderwijsinstelling om te onderzoeken of deze instelling in de toekomst projecten voor Twenteland kunnen verrichten. Ik sta daar zeer welwillend tegenover. Ik vind het belangrijk, als we het al hebben over connectie, om de connectie ook tussen overheid en onderwijs, om die te versterken. Dus ik ben daar zeer zeker voorstander van. Dus ik zou geneigd zijn om deze motie over te nemen, voorzitter. U weet, met deze voorzitter doen we dat niet. Het is een toezegging. Het is aan de heer Veldmeijer om te zeggen, ik wil hem wel in stemming brengen. Dat laat ik hem. Hij kan hem ook intrekken en zeggen van bij deze toezegging, behoorlijk harde toezegging van de wethouder, denk ik dat mijn doel bereikt is. Dus dat laat ik even aan de heer Veldmeijer over. Maar overnemen doen we niet. Er wordt altijd over moties gestemd. Even wethouder voor uw beeldvorming. Aan u het woord om eventueel uw betoog te... Ja, voorzitter, mijn voortvarendheid zit me soms in de weg. Waarvoor excuus? Heeft helemaal niks hoor. voorzitter, volgens mij ben ik er kort samengevat. Het voorbereidingskrediet, wij gaan daarmee aan de slag. Wij proberen de vragen die gesteld zijn concreet te beantwoorden in een aantal scenario's die we aan uw raad zullen voorleggen. En waarop uw raad kan besluiten, go or no go. Mevrouw Jansen heeft nog een vraag aan u en dan de heer Jonker nog. Misschien is dat ter voorkoming van tweede termijn, die weet men nooit hè. Mevrouw Jansen, aan u het woord. En dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net samenvatting, maar als ik het kort samenvat, moeten we er dus eigenlijk gewoon van uitgaan dat alles wordt uitgedacht. Dat we vertrouwen moeten hebben dat er een goed doorgedacht en onderbouwd voorstel komt. En dus eigenlijk dat die 150.000 euro goed wordt besteed. Daar moeten we dus maar even van uitgaan. Wethouder, aan u het woord. U kunt er zeker van uitgaan dat er een goed onderbouwd voorstel komt. En of u daar vertrouwen in heeft, dat is volledig aan u. En dat laat ik ook bij u. Dank u wel. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de wethouder nog over het tijdspad. Kunt u daar al iets over vertellen? En twee, begrijp ik dan ook goed, omdat straks alles heel goed onderzocht wordt en uitgelegd wordt aan de raad straks, dat scenario 2, wat u tijdens het raadsdebat aangaf, nu eigenlijk van tafel is. Want dat was eigenlijk het plan om te onderzoeken. Dat was eigenlijk de bedoeling om dat door te gaan. En 3, voorzitter, die 85.000 euro als taakstellende bezuiniging, ja, die wordt voor 2019 niet gehaald. Begrijp ik dat goed? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dat lijkt me toch een vanzelfsprekendheid. Hè? Dus we zijn nog niet begonnen met die herinrichting. Wat ik heb gezegd, ik wil scenario 2 of 1 of 3 of 4 wil ik eigenlijk niet in de mond nemen. Ik heb gezegd, mijn uitgangspunt is primair dat we budgetair neutraal proberen te doen, waarbij die bezuiniging, taakstelling van 85.000 euro, dat die erbij in zit. Met uitzondering van de verduurzaming. Dat is wat ik heb gezegd.
Een tijdpad? Voorzitter, het is inmiddels bijna mei, dus we lopen al tegen vakantie aan. Ik ga me niet vastleggen op het tijdspad, maar zoals ik net al zei, ook bij, toen de motie even aan de orde kwam, voortvarendheid probeer ik daarin zeker te betrachten. Dus het komt zeker niet op een lange baan. En daar waar ik waar u net vraagt van in 2019 hebben we de bezuiniging niet behaald, zou de ambitie zeker moeten zijn om die in 2020 absoluut wel te halen. Oké, dank u wel, wethouder. Dan ga ik naar, indien gewenst, een tweede termijn. En dan begin ik bij de heer Veldmeijer, want ja, die kan natuurlijk iets met zijn motie doen. Kan. Ik ga er niet over, dat begrijpt u wel. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Ja, ik verwacht niet dat er heel veel PVV-moties zullen worden aangenomen in de raad. Dus laten we deze maar koesteren en dus gewoon in stemming brengen, voorzitter. En dan hebben we ook iets om op terug te vallen, want het gaat niet alleen om Saxion, maar het gaat om ook de andere onderwijsinstellingen. Voorzitter, ik vind het nog steeds heel knap dat de visie die wij hebben gekregen, die bestaat uit 14 woorden, dat meneer Elsinga helemaal om is. Met 14 woorden. Nu is 14 natuurlijk een magisch getal. JC, het was het nummer van JC, zeg maar, Johan Cruijff. Maar ik heb in de tussentijd, de wethouder gaf aan, 2 weken is te kort om een visie te schrijven. Ik heb het ook gedaan. En mijn visie zou luiden, zegt de wethouder, het gemeentehuis wordt het centrale huis van Twenterand. Waar mensen elkaar treffen, elkaar in de ogen kijken, voor elkaar zorgen en met elkaar zaken voor elkaar krijgen waar wij allemaal van profiteren, nu en in de toekomst. En de naam zal dan ook worden de toekomst. Zo snel kun je een visie schrijven in de ogen van de heer Elsinga. Voorzitter, wij zijn tegen, omdat wij niet tegen de intentie, maar wel tegen de vele losse eindjes die er zijn, niet ingevulde eindjes. En het kan wat ons betreft veel en veel concreter. En het moet ook veel en veel concreter. Want het gaat om gemeenschapsgeld, 150.000 euro. En daar kun je, zoals we al eerder zeiden, 2 of 3 BOA's voor aannemen. En wij leggen de lat wat hoger dan GBT en ChristenUnie die leggen. Dank u wel. Ja, het gaat wel om incidenteel geld, meneer Veldmeijer. Als u over BOA's praat, hoop ik toch wel dat u straks met structurele middelen komt. Even voor de duidelijkheid. Dan ga ik naar de heer Elsinga. Wilt u nog in tweede termijn, de heer Elsinga? Voorzitter, we hebben de motie niet in de fractie besproken. Dus dat zou ik eerst wel willen doen. Oké. Dan vraagt u op schorsing. Heb ik dat goed begrepen? Hoe lang heeft u tijd nodig voor de schorsing? 1 minuut of 3. 5 minuten krijgt u van mij. Want het heen en weer lopen is ook al 1 minuut. Ik schors voor 5 minuten. We gaan weer verder. Ja, ik heb de fractie van de GBT, die kan het toch in 3 minuten. Complimenten. Meneer Elsinga, ik geef u het woord in tweede termijn. Aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil beginnen met de wethouder te bedanken voor de beantwoording van een aantal vragen, maar ook de reactie op zich. En hij onderschrijft alleen maar wat wij al zeiden. De vragen die wij hadden en die we echt antwoord op wilden, die hebben wij ontvangen. En de heer Veldmeijer zei dat ik me tevreden was met 14 woorden. Maar ik heb voor mij gezegd een huis van ontmoeting en zorg voor elkaar. Dus ik was al tevreden met 8 woorden. Dus 14 was mij al te veel. Voorzitter, de heer Reusken van de Partij van de Arbeid zei, ja, waarom staan wij hier eigenlijk? Waarom doen we dit? En waar gaat het over? Inderdaad, een voorbereidingskrediet. Ik zou er ook wel toe willen voegen, waarom staan we hier? Omdat het in 10 jaar geleden niet goed is gebeurd. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ja, dus dit heeft een aanleiding. En daarom staan we hier. En ik denk ook dat daar, maar goed, dat is een vermoeden, we zullen het zien met die isolatie aan de achterkant van de oude gevel, dat daar ook de meeste kosten zullen gaan zitten zometeen. Want in het nieuwe deel valt het allemaal nog wel mee. Als je de medewerkers raadpleegt over de temperatuur bijvoorbeeld. Even kijken naar de reactie op um,
De wethouder, hij zegt dus vanzelfsprekend de boren tot burgemeester, BNB noemde hij dat. Nou, dat is mooi om te horen en ook goed dat dit dan vastgelegd wordt. De scenario's volgen, ja, daar gaan we vanuit. We hebben het over de duurzaamheid. Nou, er zijn dus al gegevens klaar, maar er moet nog verder uitgewerkt worden. En go or no go, en zo hebben wij het ook steeds opgevat. Dat volgt nog. Eens even kijken. Dan... Even over de achterkamertjespolitiek werd hier aangehaald. Ja, dat vind ik echt van een roddelniveau. En eigenlijk ook achterkamertjespolitiek. We hebben inderdaad, zoals de heer Smelder zei, dit is de informatie waar wij het ook mee moesten doen. De vragen waren simpel en de antwoorden waren ook simpel. Dus dit is voor ons was dit genoeg. We hebben ook niet gebeld om nog wat extra gegevens te krijgen of zo. Dit was het. En het hoeft voor ons ook allemaal geen pagina's lang verhaal te zijn. Dus dit was voor ons genoeg. Dan over was er één dingetje. Oh ja, dat is de motie, inderdaad. Waarom hebben we even overlegd? Wij begrepen gewoon de koppeling met het onderwerp niet. Kijk, dat je onderwijsinstellingen betrekt, dat is voor ons geen probleem. Dat is alleen maar goed. Maar we hadden zoiets van, dan had je eigenlijk, vonden wij, een motie vreemd in moeten dienen. Want onderwijs betrekken hoeft niet alleen maar bij het gemeentehuis. Zou je bij meerdere onderwerpen kunnen doen. Dus daar is zoiets van, waarom wordt deze motie bij dit onderwerp ingediend? Dat was een beetje waar we net heel kort maar over hadden. En daarom duurde het ook zo lang. En ik had natuurlijk niet met de fractie besproken. We hadden de motie vrij laat gekregen. Dus dat was eigenlijk van, past dit bij dit onderwerp? En is dat alleen bij het onderwerp? Dan zeggen wij, we zijn voor deze motie. Maar eigenlijk moet je het gewoon breed doen. Niet alleen maar bij het gemeentehuis, voorzitter. Dat was onze bijdrage. Dank u wel. Dan kijk ik naar... mevrouw Janssen, of u nog, dan de heer Smelt, in tweede termijn de heer Jonker, in tweede termijn aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Er ligt nu een voorstel voor de €150.000, dat zal een meerderheid krijgen. Ik dank de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Wij zien dat ook met vertrouwen tegemoet. Maar wij hadden toch liever eerst gezien dat, omdat er ook een adviesbureau vooraf ook al bij betrokken was, dat het personeel vooraf ook die informatie nu al hebben. Want wij zetten vandaag wel een stap op weg naar een investering van €2,5 miljoen. Tenminste, ik kan het niet anders zien. En dat is wel een no-go of een go-beslissing. Komt daar nog wel. Maar we geven nu wel €150.000 die... aan dit project en ik hoop dat het ook gaat slagen, maar de onderbouwing en de informatie vinden wij te sumier om dit voorstel te steunen, maar derhalve wel heel veel succes met deze opdracht. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusgaan, tweede mij niet. Dan zijn er geen, ik geef naar de wethouder, zijn geen vragen aan u gesteld. Mag ik wel een vraag beantwoorden van de aanschrijver? Ja, vooruit. Ik ben flexibel. Soms. Waarom de motie? De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat was voor mij ook een punt. Wordt de motie vreemd of wordt de motie? Saxion die zei, wij zouden heel graag in gesprek willen over dit plan. Alleen, ze zitten qua tijd nogal krap. Maar die link met dit onderwerp is er. Dus ik heb hem inderdaad breder getrokken door te zeggen, ook met andere onderwijsinstellingen en ook over andere onderwerpen. Maar als het, ik wil er ook best een motie vreemd boven zetten als dat nodig is. Maar zo is het bedoeld. Maar ik snap dat u in twijfel was. Missie vanuit mijn portefeuille personeel en organisatie. Wij trekken heel veel onderwijsstudenten. Trekken we aan in onze organisatie voor verschillende opdrachten. Dus het is iets wat wij al heel veel doen. Laat ik dat maar zo vanuit mijn PNO-rol aangeven. Goed, dan sluit ik het debat over dit voorstel af. En geef ik zo in stemming het voorstel een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van het onderzoek duurzaam en toekomstig bestendig gemeentehuis. Wil iemand een stemverklaring geven? Voorzitter. Ja, mevrouw Janssen. Ik zou graag hoofdelijke stemming willen voor het voorstel. Oké.
Ik vraag dan eerst, wil iemand nog een stemverklaring? Ja, de heer Veldmeijer, een stemverklaring, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij zullen tegenstemmen. Niet omdat we de intentie vinden we prima, alleen de uitwerking tot nu toe vinden wij tussenmeer. Dank u wel. Dan ga ik over tot hoofdelijke stemming. Geen stemverklaring meer. Ik heb hier geen lijstje, dus geef hier aan u om een lijst. En dan moet ik een nummertje trekken. Ik moet een nummer trekken. Bij wie ik ga beginnen. Ik begin bij nummer 18 en ik vraag dan of u voor of tegen het voorstel bent voor het voorbereidingskrediet voor een onderzoek naar duurzaam en toekomstig bestendig. En ik begin bij de heer, ja, hier is een, bij de heer Huisjes. De heer Huisjes. Voor. Mevrouw Heelbrink. Voor. De heer Jonker. Tegen. De heer Kobus is er niet. De heer Reusken. Voor. De heer Elsinga. Voor. De heer Papen. Voor. De heer Laarman. Voor. Mevrouw Beulakker. Voor. De heer Engels. Voor. De heer Albersen. Voor. De heer Stolten. Voor. De heer Sloot. Voor. Mevrouw Makkinga. Voor. De heer Van Veen. Voor. Mevrouw Jager is niet. De heer Dekker. Voor. De heer Kuilder. Tegen. De heer Kerkdijk. Tegen. Mevrouw Jansen. Tegen. Mevrouw Bramer. Tegen. De heer Smelt. Voor. Dan kijk naar de G4. De uitslag van de hoofdelijke stemming. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tegen. De heer Rusken was voor. Ja, Veldmeijer heeft niet gestemd, klopt. Oh, die heb ik overgeslaan. Excuus, excuus. De heer Veldmeijer, excuus. Ja. Oh, dat kwam, ja, ja, ik weet het weer. Dat kwam van de heer Kobus, daar had ik me aandacht op. Excuus, meneer Veldmeijer, ik wil niet het stemrecht u ontnemen, dat begrijpt u wel. Excuus. 6, 14, 7, klopt dat? Glamon is dat? Ja, in mijn naam was. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 21, 15. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Ja? Is niet, ja, maar het zal even 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 1. De uitslag van de verkiezing, 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Het voorstel is aangenomen. Oh, en dan gaan we nu over tot stemming van de motie. Wil iemand een stemverklaring? Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat een toezegging van de wethouder ons ook wat waard is. En ook uw toelichting hebben wij er voldoende vertrouwen in dat de intentie van de motie wordt uitgevoerd. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik de motie in stemming. Wie is voor de motie? De fractie van GBT, ChristenUnie, CDA en SGP PVV. En wie is tegen? Ja, ja, ik had u nu wel, meneer Veldmeijer. Wie is tegen? De heer Reusken, de Partij van de Arbeid GroenLinks. De motie is aangenomen. We zijn gekomen aan het einde van deze raadsvergadering. Ik sluit de vergadering. Oké, okay, maar deze moet hier, hè? Wie heb jij weer? Oh, hier. Zo. Goed. Moet ik meteen tekenen of dat te maken? Ja, we gaan op. Ja? Wat
Als een kijk eens, de raadsvergadering is zojuist afgelopen. De PVV heeft een motie ingediend en die is bijna met algemene stemmen aangenomen. Jammer dat er één partij eigenlijk het ermee eens was, maar toch tegenstemde. Ik wil voor de camera de PVV feliciteren. Hij staat hier naast me, maar hij komt niet in beeld. Of wil je nog even in beeld komen? Oké. Okay. Gefeliciteerd. Ja, de champagne kan los, hè? Ja, Nou ja, het was een beetje twijfelachtig, hè? Motie vreemd of een motie bij het onderwerp. Maar het is breed gedeeld en gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, ik vind het heel mooi. Want vanmiddag nog contact gehad met Saxion. En die zeiden ook, laat ze maar bellen. Wij willen heel graag. Ja. Geniet ervan, want je gaf zelf al aan, het zal niet veel gebeuren dat er een motie van de PVV aangenomen wordt. Maar ga zo door, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Ja? Kijk eens, dat was het. De wethouder ga ik niet uitnodigen om nog eventjes wat te zeggen over de verbouwing van het gemeentehuis. Want 18 april, dus komende donderdagavond, is de wethouder Roel Koster bij mij te gast in het programma Politieke Stem op Delta FM. En daar kunt u van op aan. Dan ga ik zeker met hem in gesprek over deze vergadering. Ik wens u een prettige avond. De wedstrijd is een half uur bezig. Juve tegen Ajax. Ik wil de uitslag nog niet weten. Maar ik hoop dat die spannend is. Tot donderdagavond 18 april bij Politieke Stem op Delta FM. En buiten mijn gast Roel Koster heb ik ook na de onderbreking twee bestuursleden van de stichting Kant Nog Wel over de problemen bij het kanaal Almelo de Haandrikman. Tot donderdagavond.